En u bent weer terug bij de AVRO. Over 2 dagen moet u uitmaken op welke politieke partij u gaat stemmen. In de komende 2 uren willen wij proberen u te helpen met het bepalen van uw politieke keuze. Notaris, de AVRO gaat het grote verkiezingsdebat uitstaan. Het debat tussen de lijsttrekkers van de 4 grote partijen. Partij van de Arbeid, CDA, VVD, D66. Het is een belangrijk debat, praktisch aan de vooravond van de verkiezingen. Er is overeengekomen, ten einde iedere twijfel over de eerlijkheid uit te sluiten, dat er op 3 punten zal worden geloot. Ja. Eerste punt, ieder van de heren zal 1 onderwerp aansnijden. Wilt u vaststellen in welke volgorde dat zal gebeuren? Meneer Van Meekeren, ik heb me daar in zoverre op voorbereid dat ik 3 enveloppen, er zijn 3 onderwerpen waarover u wilt loten, 3 enveloppen heb gemaakt met de namen van de 3 van de 4 deelnemers aan het debat erin. En ik zal die loten daar uit in willekeurige volgorde uithalen. Loten dus met de namen van de heren Van Acht, loten met Terlouw, Den Uyl en Wiegel in alfabetische volgorde. Dit is dan de eerste envelop. Daar haal ik de 4 loodjes uit. Het is van de buitenkant niet te zien wie daarin beschreven staat. De eerste is Terlouw. De heer Terlouw opent het debat. De tweede is Wiegel. De tweede vraag wordt gesteld door de heer Wiegel. Het tweede onderwerp betreffende tenminste. Als derde komt Den Uyl. Ja, Den Uyl komt met het 3e onderwerp. Dan kan het niet anders. En ter controle, inderdaad, Van Acht staat hier als 4e. Juist. Dan, notaris, zal de uitzending besloten worden met een gelijke vraag die ik aan alle 4 zal stellen. Wilt u ook daar de volgorde voor bepalen? Uitstekend. Dan hebben we de volgende envelop. De slotvraag is. 4 loodjes. Van Acht. Hoe mooi. Nou, net als meneer Van Acht de laatste, nu zal hij de eerste zijn. Haast vermoeden dat het niet eerlijk toeging. Den Uyl. De heer Den Uyl krijgt de slotvraag als 2e voorgelegd. Terlouw. Meneer Terlouw, nummer 3. Dus. Inderdaad, de heer Wiegel. Als 4. Als nummer 4 voor de slotvraag. Dan is er nog een probleem. De campagneleiders hebben gezegd dat het goed zou zijn als u zich ook zou buigen over de stoelverdeling. Niet over de zetelverdeling die komt later. Ja. Wie zit er naast wie? En dan met dien verstande dat niet de vertegenwoordigers van de regeringspartijen naast elkaar mogen zitten en dus ook niet de vertegenwoordigers van de oppositie. Met andere woorden, meneer Van Acht mag niet naast meneer Wiegel zitten, meneer Terlouw mag niet naast meneer Den Uyl plaatsnemen. Goed, meneer Van Meekeren, wat voor een tafel heeft u in de studio? Een ronde tafel. Een ronde tafel. Ik heb daar een attribuut voor, bestaande uit een vel papier en verder een stift. Ik zal de ronde tafel trachten zo rond mogelijk te tekenen. U bent niet verplicht precies hetzelfde om daar aan te houden. Wanneer ik u hier aan het hoofd zet. Nou, het voeteneind. Het voeteneind, zo u wilt. Ja. En als u dan hier 4 andere plaatsen klaarzet en dan vervolgens de tafelschikking maakt zo om de tafel heen, waarbij dan in acht zal worden genomen dat zodra 2 kandidaten naast elkaar zouden zitten die u niet naast elkaar wilt hebben zitten. Die de campagneleiders niet naast elkaar hebben. Die de campagneleiders. Dan slaan we steeds 1 stoel over. Dan krijg ik dus nu als eerste degene die hier aan deze kant naast u komt te zitten. Dat is Van Acht. Meneer Van Acht zit aan mijn rechterhand, ja? Ik zet hier een A. Dan de volgende tafel. Nu moet u inderdaad uw reglement toepassen, want Wiegel komt hieruit en die mag, voor zover ik de regering ken, niet naast de heer Van Acht zitten en juist komt dus hier. Hij zit tegenover de heer Van Acht. Tegenover de heer Van Acht.
De volgende is Terlouw. Ik ga dan één plaats terug en als ik het goed begrepen heb, is het niet verboden om de heer Terlouw tussen Wiegel en Van Acht te zetten. De heer Terlouw zit tussen de heren Van Acht en Wiegel in. En dan zullen we controleren of inderdaad het allemaal goed is gegaan. De heer Den Uyl komt dan dus hier te zitten. Recht door tegenover meneer Van Acht. Dames en heren, goedenavond. Hier zitten we dan in de slagorde die de notaris heeft verordoneerd. Voor de goede orde, de afspraken met de campagneleiders zijn gemaakt al op 22 januari. Op 28 januari zijn ze schriftelijk bevestigd, op 7 mei zijn ze notarieel vastgelegd. Notaris Hiering is in de studio. Zitten we goed, notaris, bij de aanvoer? Dank u. De notaris zal ook de gang van zaken voor wat betreft de volgorde in de gaten houden. Dan heet ik welkom de heren lijsttrekkers. Ik behoef ze niet aan u voor te stellen. Wie ik wel even bij u moet introduceren, dat zijn de leden van het orkest. Het Roemeense orkest Radu Simeon. Dat twee keer in dit programma voor de muzikale noot zal zorgen dat u twee keer de gelegenheid zal geven u wat te vertreden. Even bij te komen van al het verbale geweld dat over u zal worden uitgestort. Zo vlak voor verkiezingen, die volgens de jongste enquêtes een nek-aan-nek race zullen zijn tussen de twee grootste partijen. Verkiezingen ook waarvoor minstens 20% van de kiezers nog geen voorkeur zou hebben bepaald. Misschien dat ze die keuze nu mede zullen laten afhangen van dit debat. Hoe gaan we vanavond te werk? Ieder van de heren zal één onderwerp ter tafel brengen. Als de drie anderen daarover stuk voor stuk desgevraagd het hunne hebben gezegd, zal de vraaggesteller de gelegenheid krijgen om op die drie antwoorden te reageren. En als dat gebeurd is, volgt over dat vraagstuk, over dat onderwerp, tussen de vier gesprekspartners een kort debat. U hebt net al gehoord dat meneer Terlouw de spits mag afbijten. Wat is uw onderwerp, meneer Terlouw? Energiebeleid, meneer Van Meeker. Voor wie is de vraag zo dadelijk? Ik wou me eerst maar eens wenden tot de heer Van Acht. Gaat u gang, ik krijg voor uw vraag 1 minuut. Ja, meneer Van Acht. In 1977 hebben we regelmatig in een directe dialoog met elkaar gesproken, gedurende maanden. De afgelopen 4 jaar hebben we elkaar bijna uitsluitend gesproken via de heer Dolman. Misschien moeten we die dialoog nu maar weer eens opvatten. Ik wou u dit vragen. Voor zover mij bekend is uw persoonlijk standpunt dat we nieuwe kerncentrales zouden moeten plaatsen in Nederland. U hebt in de afgelopen periode dat een paar maal in het buitenland gezegd. En het was ook een uitgangspunt van het kabinet. Het CDA vindt dat niet. Het CDA zegt dat er in de komende 4 jaar daarover geen beslissing moet worden genomen. Dat kan. Het is mogelijk dat iemand afwijkt van de mening van zijn partij. U bent ook bereid om het standpunt van het CDA te verdedigen. Maar ik zou toch graag willen weten waarom uw persoonlijke mening is dat we met die kerncentrales op de goede weg zouden zijn. Ik ben namelijk van overtuiging dat dat niet zo is. Ik geloof dat het niet noodzakelijk is voor de Nederlandse industrie. En ik geloof dat een aantal problemen niet zijn opgelost. Dat het slecht is voor het nageslacht, voor de toekomst. Het afvalprobleem is niet opgelost. Kijk naar het chemisch afval. Straks zitten we met radioactief afval, net als nu met het chemisch afval. Zou u mij willen zeggen waarom uw persoonlijk standpunt is zoals ik denk dat het is? U krijgt voor uw antwoord, meneer Van Acht, 1,5 minuut. Ja. Wel, mijn antwoord is dat wij hier aan deze tafel vergaderd zijn als woordvoerders van onze partijen. En dat wat mijn persoonlijk standpunt mogen zijn er eigenlijk niet toe doet. Wat er wel toe doet is dat ik mij gesteld heb achter het standpunt van mijn partij. Dat weet ik. Ja, en dat ook met overtuiging verdedig, omdat ik dat een zeer respectabel en verdedigbaar standpunt vind. Het standpunt luidt dat we de beide kerncentrales die we hebben moeten openhouden en in afwachting van de uitkomsten van de te voeren maatschappelijke discussie voorshands geen nieuwe centrales daarbij moeten bouwen. U wilt niet zeggen waarom uw persoonlijk standpunt. U kunt straks reageren. U hebt uw tijd niet gebruikt, maar u bent uitgesproken. Ik ben volkomen duidelijk, dacht ik. Meneer Terlouw, wie wilt u verder onder het mes nemen? Dan zal ik me. Ik wil daar graag straks op terugkomen en me nu wenden tot de heer Wiegel. Meneer Wiegel, u hebt meerdere malen laten weten dat u voorstander bent van het bouwen van meer kerncentrales. U vindt dat goed beleid. U vindt dat ook verantwoord. Het hoofdargument is dat kernenergie zou goedkoper zijn
dan andere manieren om elektriciteit te maken. Maar dat is alleen waar als bij de prijs voor die kernenergie, voor elektriciteit uit kernenergie, niet wordt gerekend de prijs die je moet betalen om het radioactief afval verantwoord te verwerken en op te slaan. Als daarbij niet wordt gerekend de prijs die je betaalt om de veiligheid van kerncentrales te verbeteren, want mijns inziens is dat noodzakelijk. En als daarbij niet wordt gerekend de prijs die je betaalt om straks versleten kerncentrales af te breken. En als aan die drie voorwaarden niet is voldaan, dan schepen we ons nageslacht, onze kinderen dus, op met een wereld vol plutonium en andere radioactieve stoffen die een constant gevaar opleveren. En die lage energieprijs van u zal dus betaald moeten worden, en niet alleen in geld, door onze kinderen. En mijn vraag is of dat verantwoord is. We willen graag, meneer Van Meeker, antwoorden op de vraag van de heer Terlouw. Uiteraard ook voor u, anderhalve minuut. Dank u zeer. Ik sta op het standpunt eigenlijk van het vorige kabinet. Het kabinet Den Uyl, waar D66 ook in zat, dat in der tijd het besluit heeft genomen dat er drie nieuwe kerncentrales moesten komen. Was een goed besluit, naar mijn mening, waar Partij van de Arbeid, D66 en ook VVD en CDA zich toen goed in konden vinden. Ik handhaaf nog steeds die duidelijke lijn. Dat is één. In de tweede plaats ben ik van mening dat, omdat het nog een tijdje gaat duren voordat de definitieve beslissing valt, want we hebben de brede maatschappelijke discussie, ik hoop dat die snel van start gaat, want we hebben al lang genoeg gepalaverd, dus ik hoop dat er snel beslissingen worden genomen, dat als die discussie is afgerond, moeten er besluiten vallen. Als we geen besluiten nemen, raken we achterop in de wereld. En mijn grootste bezwaar tegen het huidige kernenergiebeleid van met name D66 is dat D66 zegt dat de twee huidige centrales moeten worden dichtgegooid. Ik heb nu begrepen dat een van de meest vooraanstaande partijgenoten van de heer Terlouw van mening is dat D66 eigenlijk een onjuist besluit heeft genomen. Maar ik denk dat op den duur aan kernenergie niet te ontkomen is. Anders zijn we veel te afhankelijk van de oliesjacks, veel te afhankelijk ook van andere zaken, zoals bijvoorbeeld het snel opraken van ons aardgas. Laatste opmerking, voor die veiligheidsaspecten, volkomen eens met de heer Terlouw. Daar moeten we goede oplossingen voor vinden. Dank u wel. Meneer Terlouw, wilt u nu de heer Den Uyl in de discussie betrekken? Dan kunt u straks reageren. Ja, meneer Den Uyl. De Partij van de Arbeid wil extra aardgas inzetten ten behoeve van het stimuleren van energiebesparing en van werkgelegenheid. Ik denk dat ook dit gaat ten koste van toekomstige generaties. Maar afgezien daarvan, hoe stelt u het zich voor? Aan wie wil de Partij van de Arbeid dat gas verkopen? Aan het buitenland? We krijgen op dit moment nog steeds te weinig voor ons gas. En dat zou later, als we het nog een potje kunnen vasthouden, zou dat beter zijn. Of wilt u het aan het binnenland verkopen, aan Nederlandse bedrijven? Zo ja, wat voor tarieven dan? En als ons gas straks op is, dan moet vervangende brandstof uit het buitenland worden gekocht tegen hoge prijzen. Moeten we veel voor betalen. Ik denk dat dat korte termijn beleid is. En dat ook weer onze kinderen ons dat niet in dank zullen afnemen. We krijgen op het ogenblik erg veel geld uit het aardgas. Daar zullen we het mee moeten doen volgens mij. Daar moeten we die extra stimulansen mee geven. Hoe verdedigt u die extra inzet van aardgas? Anderhalve minuut voor meneer Den Uyl. Meneer Terlouw, die verdedig ik ter wille van de energiebesparing en van zo groot mogelijk zekerheid dat wij in de toekomst over een voldoende energievoorziening zullen kunnen beschikken. Wij zijn bezig en behoren dat nog intensiever te doen dan we het tot dusver doen met het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen. Zonnekracht, wind, water, getijden, misschien aardwarmte. Om dat tot ontwikkeling te brengen is erg veel studie nodig, zijn grote kosten onvermijdelijk. We kunnen ook proberen, moeten we ook doen, om kolen schoner te stoken dan we tot dusver toe in staat zijn. Kolenvergassing is een miljardenzaak die gelukkig ook in Holland, Nederland nu begonnen is. Welnu, wat ik wil is dat wij dat kostbare aardgas dat we hebben, want het is kostbaar, toch gebruiken door verkoop in het buitenland. Dat doen we al, maar ik zou bereid zijn dat nog iets meer te doen, om daarmee die vervanging van bestaande energiebronnen,
op grote schaal toe te passen, zodat wij straks over 15, 20 jaar beter in staat zijn onze energiebehoeften te voorzien. En dan dus toe kunnen met minder aardgas dan we anders zouden gebruiken. Meneer Terlouw, uw gesprekspartners hebben in eerste instantie het hunne gezegd over de energie, het onderwerp dat u hebt willen inbrengen. U kunt nu 2,5 minuut op die 3 antwoorden reageren. Dan begin ik even met een enkele opmerking naar de heer Den Uyl toe. Ik begrijp de argumentatie best, maar zoals ik al zei, er is nooit zoveel opbrengst van aardgas geweest als juist nu. De heer Spierenburg heeft voor ons hogere prijzen bedongen. Ik vind dat we het daarmee moeten doen, want waar is ook de grens? Als je zegt, ik ga nu wat extra inzetten, wie bepaalt dan hoeveel? Waarom dan niet de dubbele daarvan? Dus ik vind dat we dat niet zouden moeten doen. Maar ik gebruik verder mijn tijd liever om te reageren op de vragen, op de antwoorden op de vragen over de kernenergie. Ik had de heer Wiegel gevraagd of het niet waar is dat het hoofdargument is dat we nu een lagere prijs kunnen krijgen. De kilowattuurprijs is lager. Dat wil ik niet ontkennen, maar ik zei, daarvoor reken je dan een aantal dingen niet mee die straks onze kinderen op hun brood krijgen. Om u een voorbeeld te noemen, er is in Harrisburg, zoals u zult weten, is er een bijna ongeluk gebeurd. Dat het niet is gebeurd was niet te danken aan wijsheid, maar aan geluk. En deskundigen zeggen me, en ik verzeker u dat ik weet waar ik het over heb, ik kom uit dat vak, die verzekeren me dat als je centrales echt veilig wilt maken, als dat al kan, dan zul je de menselijke factor uit moeten schakelen. Dan zul je zoveel zogenaamde interlocks moeten maken dat een mens daar niet meer tussen kan komen. En dat maakt zo'n centrale ontzettend duur. Verder weten we eigenlijk niet wat we aan het doen zijn. In Science van deze week stond een artikel over de kankergevallen die zijn opgetreden als gevolg van de bom op Hiroshima. Wat is het geval? Het blijkt dat de stralingsdosis daar ongeveer 10 maal lager waren dan men dacht. Maar de gevolgen zijn hetzelfde. Met andere woorden, met een veel geringere straling kun je dezelfde effecten krijgen. En dat betekende, ook volgens weer Science, dat we dan wellicht een veel lagere dosis kunnen toestaan bij de centrales. En dat maakt ook die centrales weer veel en veel duurder. Wilt u me af en toe zeggen hoeveel tijd ik mag hebben? U hebt nog 35 seconden. Dan wil ik daar... We gaan naar een politiestaat toe, als we al dat afval moeten bewaken. Maar ik wil nog even dit zeggen. Het is voor de industrie ook niet nodig. We hebben een geweldige overcapaciteit van elektriciteit. Het gaat maar om een klein percentage van onze energievoorziening. En we kunnen alle drie die nieuwe centrales uitsparen door warmtekrachtkoppeling. Besparing in de glastuinbouw kan al 50%. We moeten gewoon wat anders gaan doen. De mogelijkheden liggen voor het opschepen en geven onze industrie veel meer kansen dan reactorvaten bouwen. Want die verkoop je echt niet aan het buitenland. Goede energiebesparingstechnieken wel. Denemarken ligt ons al voor met windenergie. Duitsland al met warmtepompen. Ik rond af. Als we nu niet inspringen op die nieuwe technieken waar Nederland wel een buitenlandse markt kan veroveren, dan zou dat echt zonde zijn, zeg ik ook aan het adres van meneer Van Acht. Ik wil nu graag het keurslijf van de tijd tot minder laten knellen, de teugel wat laten vieren. U 8 minuten met u vieren de tijd geven om over dit onderwerp, over de energie, wat minder gereglementeerd te debatteren. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de ene niet aan bod komt en de ander het gesprek monopoliseert. Ik denk ook niet dat de kerkers u dat in dank zouden afnemen. Dan zou ik moeten ingrijpen. Niemand van u, denk ik, zal zich de kaas van het brood laten eten. U kent alle 4 de klappen van de zweep. Wilt u beginnen, meneer Van Acht? Ik zal geen overgroot deel van die 8 minuten nemen. Ik stel vast dat het CDA-standpunt laat de beide kerncentrales in bedrijf en wees voorzichtig alvorens er nieuwe bij te bouwen, gedeeld wordt door meer dan de meerderheid, blijkens recente peilingen, van de Nederlandse bevolking. Ik wil daar nog aan toevoegen dat inderdaad, zoals de heer Terlouw gezegd heeft, de gevaren die verbonden kunnen zijn aan de toepassing van kernenergie niet mogen worden onderschat. Dat is waar. Maar ook is waar dat er bij de honderden kerncentrales die overal in de wereld al bestaan en in bedrijf zijn, nog geen werkelijk ongeluk is voorgevallen. Dat daarentegen het aantal mensen dat in mijnschachten is omgekomen, en nog altijd gaat dat van jaar op jaar door, hele aantallen beloopt. Dat is evenzeer reëel. Maar het is wel een andere orde van grootte. Jawel, maar feiten zijn geen ongelukken bij de honderden kernenergiecentrales.
Wel degelijk menselijke slachtoffers. Van jaar op jaar gaat dat door in de mijnbouw. En zo zou ik menen dat de laatste opmerking hierover, dat wij natuurlijk die voorzichtigheid moeten betrachten, maar niet moeten denken dat wij nou de wijsheid alleen in pacht hebben. In België zullen er zeer binnenkort 8 kerncentrales zijn. Bij de andere buurman Duitsland zullen er zeer binnenkort 30 zijn. In Frankrijk zullen er zeer binnenkort bijna 70 zijn. En het is toch niet zo dat de Belgen, de Duitsers, de Fransen geen notie hebben van dit soort van problemen, dat alleen het ware inzicht bij ons aanwezig is. Ja? Meneer Daal? Ja. Kabinet Den Uyl heeft in 1974 besloten in beginsel tot de bouw van 3 kerncentrales onder het beding dat alsnog oplossingen gevonden zouden worden voor een veilige berging van het radioactieve afval en voor de veiligheid van het productieproces. De conclusie is geweest, niet alleen van de Partij van de Arbeid, maar ook van het CDA, dat die voorwaarden met name voor een veilige berging van het afval niet zijn vervuld. Het is op die grond dat het CDA-programma nu uitsluit de bouw van nieuwe kerncentrales de komende kabinetsperiode. Ik vind het in hoge mate inconsequent en onbegrijpelijk dat als je besluit dat je geen oplossing hebt voor het bergen van het radioactief afval en daarom geen nieuwe kerncentrales wilt, dat je wel doorgaat met het produceren van dat radioactief afval. Dat gebeurt als je Borssele en Dodewaard openhoudt. Dat acht ik onjuist en niet verantwoord. Ik vroeg aan het adres van de heer Van Acht er nog een toe. En ook de aanzien van de heer Wiegel, maar van de heer Wiegel is bekend, daar maak ik ook geen geheim van, dat hij een voorstander is van kernenergie. En wat dat betreft heb ik aan hem minder boodschap. Ik vroeg me dan toe dat men een voorbeeld zou kunnen nemen aan de ervaringen opgedaan met Lekkerkerk en de gifbelten. We meenden slim te zijn door enkele tonnen te besparen door verontreinigde grond te gebruiken voor ophoging van terreinen. We hebben nu 188 miljoen uit te geven voor het verwijderen van dat vergiftigde grond. 1 miljard waarschijnlijk voor de volgende meerpolder. We zitten met 1 miljardenhypotheek. Omdat we niet tijdig onderkend hebben wat de grove bedreigingen waren. Welnu, het zegt niets dat, zoals de heer Van Acht zegt, er nog geen opvallende ongelukken zijn geweest. De hele wereld is eens over de bijna ramp van Harrisburg met onoverzienbare gevolgen voor de toekomst. Ik zie niet goed waarom, ook als anderen over zijn andere situatie dan wij, toch doorgaan met kernenergie, Nederland niet dat duidelijk signaal zou geven en er hier een end aan te maken. Hebt u wel een boodschap aan meneer Den Uyl, meneer Wiegel? Ja, meneer Den Uyl zegt dat hij aan mij minder boodschap heeft omdat hij het niet met mij eens is. Nee, niet omdat ik het niet met u eens ben, maar omdat de heer Van Acht naar mijn mening inconsequent is, terwijl ik van u weet, en dat mag best, dat u sinds jaar en dag voorstander bent in uw partij van de toepassing van kernenergie. Ik bepleit wat u zelf gewild heeft in 1977 toen wij het regeerakkoord sloten om Borssel en Dodewaard open te houden. Nee, dat was uw regeerakkoord. Toen hebben we besloten dat we een brede maatschappelijke discussie zouden gaan houden nee, daarover. Bovendien, de 3 kerncentrales erbij, dat zouden we een tijdje opschorten, maar die 2 kerncentrales openhouden was toen helemaal geen punt van discussie. Dat was uw eigen. Nee, niet opschorten, we zouden het niet doen. Dat is die gedachten ontwikkelen zich. In alle partijen hebben de gedachten zich ontwikkeld. Dat gaat zo. Zo moeilijk onderwerp. Ik heb de heer Wiegel nog bijna niet gehoord. Nee. De heren die vliegen elkaar weer in de haren. Ik ben het eens met de huidige minister-president. De heer Den Uyl heeft gezegd dat hij aan mij minder boodschap heeft omdat hij het met mij niet eens is. Ik vind dat je in een democratie, ook met mensen met wie je het niet eens bent, juist boodschap moet hebben. Dat is 1. Tweede opmerking, de opmerking van de heer Terlouw over politiestaat begrijp ik eerlijk gezegd niet. Misschien wordt daar gedoeld op demonstraties voor kerncentrales. Ik vind dat dat soort demonstraties intolerabel zijn, omdat dan de veiligheid echt in het geding komt. Derde opmerking, ik ben het volkomen eens met alle anderen die hebben gezegd, je moet zorgen voor goede veiligheid, dat staat centraal. Maar als je daar tegelijkertijd voor zorgt, en dat kan gelukkig, daar wordt heel hard aan gewerkt, dan denk ik inderdaad dat die kernenergie onontkoombaar is in de toekomst.
Als we ervan afzien, als we het wel om ons heen laten gebeuren, betekent dat dat onze kinderen, of mensen die nu misschien een jaar of 20, 25 zijn, dan nu al weten dat ze straks in een Nederland komen te leven dat volkomen economisch achterop is geraakt. Laatste opmerking die ik wil maken, meneer Van Wekeren. De Partij van de Arbeid en D66 zijn voor sluiting van Borselen en Dodewaard. Kost een boel geld, laat ik terzijde. Ik heb geen enkel antwoord gekregen op mijn stelling ten opzichte van de heer Terlouw, dat een van zijn meest vooraanstaande partijgenoten, de heer Glastra van Loon, heeft gezegd dat het standpunt van D66 om te komen tot sluiting overhaast is. Kortom, wat wil D66 eigenlijk? Nou, de 8 minuten zijn bijna om. Dit debatje is niet zo vrij dat niet zo vaststaan wie het laatste woord mag hebben. Dat is in dit geval de heer Terlouw. Ja. Wat de heer Glastra van Loon betreft, meneer Wiegel, 15% van uw aanhang, 30% van uw aanhang is tegen kernenergie. Buitenland. Dat is helemaal geen antwoord op de vraag. Nou, er zijn dus talloze mensen, ook in uw kringen, die daar anders over denken. En dat mag de heer Glastra van Loon net zo goed. U interrupeerde mij net, nu mag ik mijn zinnetje afmaken. De heer Glastra van Loon is fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer. Niet zomaar een partijlid. Ja. Hij neemt een volkomen ander standpunt in dan u. En u moet gewoon uitleggen hoe dat kan. Ja, en u neemt met uw Eerste en Tweede Kamerfractie een geheel ander standpunt in dan uw hele congres over een aantal punten. Nu raken we op een ander onderwerp. Ik heb dat op mijn congres gezegd. Mijn congres heeft dat geaccepteerd. En de heer Glastra van Loon zegt dat na zijn congres achteraf in een interview met een of ander weekblad. Dat is totaal wat anders. Helemaal niet. De heer Glastra van Loon die mag best een andere mening hebben. Hij zal dat niet uitdragen. Hij heeft met de heer Vis bijvoorbeeld aangekondigd dat er een parlementair onderzoek moet komen over de opwerkingscontracten. Buitenland. De heer Van Acht zegt in het buitenland worden ze overal gebouwd. Ja, maar er is iets aan de gang. Mitterrand wil het programma bevriezen. In Engeland heeft een rapport van het Lagerhuis, een Lagerhuiscommissie, vele kritische kanttekeningen bij het programma. In de Bondsrepubliek is het verzet aan het groeien. Kalkar wordt wellicht bedreigd met een bouwstop, volgens de minister voor het wetenschapsbeleid. Politiestaat, meneer Wiegel. Nog 30 seconden, meneer Van Acht. Politiestaat. Er zal straks geen oplossing zijn voor het afvalprobleem, want het is er nu niet en het is niet in zicht. En dat wil zeggen dat we grote hoeveelheden radioactief afval, zullen moeten bewaken. Wat heeft dat met politiestaat te maken? Die zullen moeten worden bewaakt. De aanvoerlijnen, de opslag, zullen zorgvuldig moeten bewaakt. Ja, en dat leidt tot een politiestaat. Bijvoorbeeld volgens professor Casimir, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Philips en natuurkundige, zegt dat. Dan nog even over het openhouden. In een democratie moet je natuurlijk zorgen dat je datgene bewaakt wat nodig is. Dat heeft ook niks met politiestaat te maken. Als dat zulke vormen gaat aannemen als de deskundigen verwachten, dan wordt dat zeer moeilijk. En dan leidt dat volgens die mensen. Politiestaat is heel wat anders, meneer Terlouw. Nou, daar denken we dan verschillend over. Nog even over de sluiting Borselen-Dodewaard. Er staat in ons programma, ze moeten worden stilgelegd omdat het afvalprobleem niet is opgelost. Zoals de heer Den Uyl al zei, er zijn opwerkingscontracten aanhangig die door de Eerste Kamer nog niet zijn goedgekeurd. Ik heb bezwaar ook tegen de besluitvorming daarin, maar op grond waarvan tegen enorme bedragen tot over de jaren 90 heen afval teruggestuurd zal worden naar Nederland en we weten niet wat we daarmee moeten aanvangen. Dat is feitelijk onjuist. Het afval kan volgens die contracten op zijn vroegst na 1995 worden teruggezonden. Goed, dan komt het dus hier. Dan komt het dus hier. Zou zijn. Ja, en dan is er heel wat over. Ik begrijp niet, afsluitende zin. Ja. Ik begrijp niet dat waar er zoveel alternatieven zijn. Er zijn zulke goede alternatieven ook. Je kunt die drie centrales zo makkelijk niet bouwen door aan besparing te werken, door andere wegen te zoeken. Ze geven ons een beter exportpakket. En we zadelen onze kinderen niet op met problemen waarvan wij nog geen begin van een oplossing zien. Dus ik begrijp uw standpunt dat niet. Dat is dan het dit debatje alvast komen vast te staan. Dat u samen de oplossing van dit probleem nog niet hebt gezien. Vanavond de, nog niet. De meningen verschillen te veel. De eerste ronde van ons verkiezingsdebat, de energie van Jan Terlouw van D66. De tweede ronde gaat nu beginnen. Meneer Wiegel, de notaris heeft uitgemaakt dat u nu aan de beurt bent. Waar wilt u het over hebben? Ik wil het hebben over samenwerking. Dus niet een bepaald concreet onderdeel in de politiek, meneer Van Meekeren, maar wel, dacht ik, het meest belangrijke punt waar we in de komende tijd voor komen te staan. Namelijk de vraag, gaan we straks proberen de verschillende politieke partijen, de verschillen belangrijker te vinden dan de overeenkomsten? Of gaan we de samenwerking voor opzetten? Of zetten we de polarisatie centraal? Ik heb mijn eerste vraag aan de heer Den Uyl.
De heer Den Uyl bepleit een links kabinet. In feite is dat een polarisatiekabinet. Is dat nou verstandig in deze tijd? Waar de marges nog smaller zijn dan smal, moet niet veel meer worden gezocht naar samenwerking tussen werknemers en ondernemers en ook naar politieke samenwerking. Anders gezegd, moet niet worden gekozen voor een nationale aanpak van de problemen. Tweede vraagje dan vastgekoppeld, ook over de samenwerking. Moeten we niet juist ter verdediging van onze vrijheid alles op alles zetten om samen te werken met onze bondgenoten? Moeten we daar de aandacht niet op concentreren in plaats van de bondgenoten, en nou weet precies waar ik het over heb, te kritiseren en een beetje de andere kant uit te praten? Meneer Den Uyl, twee vragen voor u in één minuut gesteld. U krijgt anderhalve minuut om ze beide te beantwoorden. Ik begrijp wel dat de heer Wiegel weer komt aandraven met zijn nationale aanpak. Want ik ervaar voortdurend dat de heer Wiegel erop uit is om echte ingrijpende verschillen te verdoezelen. Hij spreekt over nationale aanpak. Er moet gekozen worden tussen het wel en niet stationeren van de nieuwe kernraketten. En het is geen oplossing om te zeggen, nou, we nemen er geen 48, maar 24. Het gaat om een hele ingrijpende principiële beslissing hoe we verzet bieden tegen de hervatting van de kernwapenrace die zichtbaar aan de gang is. De heer Wiegel is en zijn programma van zijn partij pleit voor het lager stellen van de sociale uitkeringen ten opzichte van de ontwikkeling van de lonen. Een hele ingrijpende zaak. Natuurlijk zijn de problemen groot. Maar ik denk dat juist omdat die problemen zo insnijdend en ernstig zijn, het zaak is dat er een eensgezind kabinet komt. En sterker, dat er een heel ander kabinet komt. Als je vastgelopen zit, meneer Wiegel, met het beleid, zoals uw kabinet, wat in elk opzicht op sociaal-economisch gebied vastgelopen is, waar niemand meer enig vertrouwen in heeft. Als je in zo'n situatie zit, dan vind ik, dan moet een oppositie zich wel drie keer bedenken om met iemand zoals u, die dat beleid tot en met verdedigt, weer in zee te gaan. Wat voor vertrouwen, wat voor geloof ontmoet je als je met een dergelijk kabinet zou komen? En daarom pleit ik voor een helder alternatief, namelijk een progressief kabinet. Daar heb ik voorkeur voor. U kunt reageren als u ook uw vraag aan de andere heer hebt gesteld. U hebt nu een vraag voor? Voor de heer Van Acht. We kijken elkaar vanavond recht in de ogen. De afgelopen 3,5 jaar hebben we naast elkaar gezeten. Ik heb eigenlijk één vraag aan de heer Van Acht. Ook sprekende over die samenwerking. Is hij het niet eens met de stelling dat inderdaad meer voor samenwerking dan voor polarisatie moet worden gekozen? Aanvullende vraag. Als er nou zou worden gestemd op de heer Van Acht, heeft hij dan enige zekerheid in welke richting zijn partij daarna zou koersen? Ja, uitgang. Antwoord op de eerste vraag. Wij zijn altijd al principieel meer geporteerd voor voorstander van samenwerking in plaats van polarisatie. Maar dat geldt nu wel heel in het bijzonder in de omstandigheden waarin dit land nu is komen te verkeren. Die omstandigheden zijn zo uitzonderlijk moeilijk en ernstig dat nu nog veel meer dringt de noodzaak om samen die vraagstukken aan te vatten. Wat kan ik bieden om te doen geloven dat wat ik daar zo even gezegd heb ook tot werkelijkheid zal worden? Wel, mijn opvatting is deze en mijn overtuiging. Wij zullen op 27 mei, daags na de formatie, moeten beginnen. Na de verkiezingen. Na de, wat zei ik, daags na de formatie. Formatie? Als de formatie begint, bedoelt u? Hè? De eerste dag van de formatie. Zullen wij moeten maken een solide, gedurfd programma van economisch herstel, voortgezette lijn van het gevoerde beleid. Dat is nodig om werkgelegenheid te kunnen maken voor de honderdduizenden die daar in de komende jaren om zullen vragen. En wie aan dat programma zijn medewerking wil verlenen, die is van harte welkom. Meneer Wiegel. Ik zou een vraag willen stellen aan de heer Terlouw, een vraag die ik al een paar keer eerder heb gesteld, maar waar ik nooit
eigenlijk een goed antwoord op gekregen heb. D66 zegt altijd, we zijn redelijk. Spreek mij aan, want ik vind juist in deze tijd moet je redelijk zijn. Maar wat is nu het redelijke ervan in de opstelling van D66 dat men alleen wil samenwerken in een kabinet waarin per definitie ook de Partij van de Arbeid zit en dat een samenwerking met CDA en VVD tezamen wordt uitgesloten? Ik vind dat niet redelijk. Tweede vraag, ook daar graag opheldering over. De partijvoorzitter van de heer Terlouw heeft zaterdag op de radio gezegd dat zijn partij een linkse partij is. Dat bevestigt de opstelling van de heer Terlouw dat D66 alleen met de Partij van de Arbeid in zee wil gaan. Maar ik zou tenslotte zeer concreet willen vragen aan de heer Terlouw. Hef op die blokkade. Hef op die blokkade tegen een samenwerking met CDA en VVD. Laat dat deel van uw kiezers die dat wel wil, geef die ook een kans. Ja, D66 is geen polariserende partij. We houden niet van het opkloppen van meningsverschillen en ik kijk met grote zorg naar het feit dat onze samenleving zo is opgedeeld in belangengroepen op het ogenblik. Maar politiek is een kwestie van keuze. Op 26 mei, dinsdag, gaan mensen naar de stembus en die moeten toch weten wat een stem op D66 betekent. De heer Van Acht zei net, wie voortzetting van het gevoerde beleid wil, kan zich bij ons voegen. Maar als wij nou geen voortzetting van het gevoerde beleid willen, dan moeten we toch dat aan de kiezer zeggen. En als we zeggen, wij zullen dan toetreden tot een kabinet van CDA en VVD, dan zouden wij daarmee aangeven dat we dit beleid willen voortzetten. Maar er is ander beleid nodig. En stel nou eens, meneer Wiegel, dat wij samen in een kabinet zouden zitten. Dan moeten we compromissen sluiten. Een compromis tussen 0 kerncentrales en 3 kerncentrales is 1 kerncentrale, zeg, of 2. En wij willen geen kerncentrales, we willen een ander soort samenleving. Een beetje wapens plaatsen, zoals de heer Den Uyl al zei, middellange afstandswapens, dat willen we niet. Een beetje de natuur beschermen, dat willen we niet. Doorgaan op de globale wijze het bedrijfsleven steunen, dat willen we niet. Er is ander beleid nodig. En ik kan niet aan mijn kiezers uitleggen dat ik maar in het midden laat, of we op de soortgelijke weg doorgaan, of dat we iets anders gaan doen, en zeker niet als D66 zo zeker weet dat er ander nieuw beleid nodig is. Dat heeft niet te maken met het uitsluiten van mensen, dat is puur zorgen dat de 26e mei een dag van de democratie is. Een dag dat er gekozen kan worden door kiezers. En dan kiezen ze niet voor het huidige beleid. Meneer Wiegel, 2,5 minuut voor u. Ja, of de kiezers dinsdag niet kiezen voor het huidige beleid, dat staat niet te onze beoordeling. Hè? Dat beslissen de kiezers zelf. Dat is het eerste wat ik wou zeggen. Ik heb eigenlijk aan het adres van de heer Den Uyl niet veel opmerkingen in mijn tweede termijn. Zijn standpunt is duidelijk. Hij kiest voor een links kabinet. De heer Van Acht, ook daarover heb ik in mijn tweede termijn niets te zeggen. Ik heb wel iets op te merken aan het adres van de heer Terlouw. Het gaat inderdaad om een keuze op 26 mei. Maar die keuze zou er ook in kunnen zijn van de redelijkheid. Die keuze zou er ook in kunnen zijn van samenwerking. En is de heer Terlouw niet met mij van mening dat via samenwerking je tot een veel betere oplossing van de problemen kunt komen dan door polarisatie, door het overdrijven van tegenstellingen? En als nu de heer Terlouw zegt, meneer Van Meekeren, van ja, er moet een ander beleid komen, dan zeg ik, ja, wat betekent dat dan? En wat betekent dat tegen een eerdere uitspraak van de heer Terlouw, die heeft gezegd, ja, inhoudelijk is het verschil met de aanpak van een ander kabinet niet erg groot, heeft hij letterlijk gezegd een tijdje terug. En hij heeft ook gezegd, ik denk dat als wij in een kabinet zouden zitten, dat dan de problematiek, ik citeer letterlijk, de problematiek heus niet veel anders zou worden aangepakt. Dat heeft hij letterlijk gezegd. Nou houdt hij vanavond een heel ander verhaal. En ik zeg dus zeer concreet dit, want ik hou van zaken doen en van concreet zijn. Als u kiest voor links, is dat uw zaak. Als uw partijvoorzitter zegt dat D66 een linkse partij is, is dat uw zaak. Maar ik denk dat heel veel mensen die de afgelopen maanden toch hebben getwijfeld of ze op D66 zouden stemmen, dat niet willen. En dat die met mij kiezen voor redelijkheid en voor samenwerking en niet alleen maar voor links. Ja, dat doen nou, dan wij gaan we nu beginnen aan, ja, aan de 8 minuten vrijworstelen. Ja. Meneer Terlouw? Alleen maar kiezen voor links, dat doet D66 ook niet. In deze campagne is gebleken dat
wij van oordeel zijn dat met een louter links kabinet de problemen niet opgelost kunnen worden. Er is een bredere steun nodig in het parlement en in de samenleving. En we hebben zeer nadrukkelijk steeds gezegd, als u kiest op D66, dan kiest u voor zo'n kabinet. CDA, D66, Partij van de Arbeid. Linkse partij, ja, een progressieve partij, een partij in beweging. En dat kun je niet identificeren met andere soorten linkse partijen, met PSP of PPR of zoiets, of laat staan CPN, ook niet Partij van de Arbeid, die hebben andere opvattingen. Een linkse partij in de zin van een partij die gericht is op veranderingen, die zoekt naar verbeteringen, die weet dat de jaren 80 een heel eigen problematiek hebben en met eigen middelen moet worden aangepakt. En dan zegt u samenwerking, waarom Terlouw wil jij niet samenwerken? Ja. Maar u wilt dat ik samenwerk met CDA en VVD. Ja, waarom niet, hè? Omdat ik een ander beleid wil. En ik kan dat andere beleid met dezelfde combinatie natuurlijk niet van de grond krijgen. Maar u zegt dat, in een interview... Ja, dat heb ik gehoord, daar kom ik op. Oh, graag. Ik zeg, de zaken zouden niet zoveel worden, anders worden aangepakt. Ja, de koersverandering kan altijd maar klein zijn. U weet precies hoe dat is. Een heleboel posten liggen vast. Het zijn kleine verschillen. Maar als een oceaanstomer over de oceaan gaat en je zet het roer 5 graden... om, dan kom je in plaats van in Noord-Amerika in Zuid-Amerika uit. En zo is het ook met kleine veranderingen in de politiek. En die veranderingen zijn nou juist zo nodig. Er is echt nieuw beleid nodig. En dat gaat er echt niet om dat ik niet met u wil praten of zoiets, maar ik wil een keuze geven aan de kiezer. En ik kan dit niet zomaar in het midden laten. En ik vind het ook erg jammer dat het CDA dat wel doet. Ik zou erg graag willen, meneer Van Acht, dat u zou kiezen zoals wij dat doen, voor een kabinet zoals wij dat doen. Want u mag niet van ons vragen. Kom bij ons en ga op de voortgezette voet, gaan we verder met z'n allen. Dat vind ik haast een onethische vraag. Dat mag u niet van ons vragen. Als wij daarbij komen, dan wordt het natuurlijk ander beleid. Dan stel je toch eens voor, zeg. We hebben daar oppositie tegen gevoerd. We hebben andere opvattingen. Natuurlijk, we kunnen toch niet zeggen, goed meneer Van Acht, we komen meedoen met hetzelfde beleid. Meneer Van Acht. Ja, dat is heel interessant dat heer Terlouw nu de aandacht naar mij afleidt. In zijn poging om aan... U doet toch ook mee? Ja, ik doe volop mee. Ja. Maar wat er aan de hand was, was een poging tot beantwoording door u van een opmerking van heer Wiegel. En daar gaat u mij dan in betrekken. Maar goed, ik krijg daardoor het woord en maak daarvan dankbaar gebruik. En zeg dan, we hebben het nu over coalitievorming, dat wat één van de zaken, zo niet de zaak bij uitnemendheid, bij uitstek, die komende dinsdag aan de orde is, dat is, komt er de linkse combinatie of niet? Ik heb eens een keer het woord Volksfront gebruikt in een interview met, in een televisiedebat was het, we interviewden elkaar met de heer Den Uyl een week geleden. En daar was hij nogal boos over. Ook later is dat gebleken. Terecht. Ja, maar willen we dan toch wel even vaststellen? Nee, helemaal niet terecht. Want uw eigen vicevoorzitter, Ed van Tijn, vicevoorzitter van uw fractie, heeft een paar weken geleden voor de Rode Haan, uw eigen adres, gezegd dat hij onder alle omstandigheden een voorkeur heeft voor een progressieve regering. Het zou toch fantastisch zijn als dit land een keer zonder het CDA zou kunnen worden geregeerd. Dan vraagt de Rode Haan formuleert ook hij een als verlangen van velen. Ja, ook uit puur democratisch oogpunt, meneer Van Acht. U maakt er maar grapjes over. Nee, maar ja, nee, het, ik meen dat ook nog. Maar het zo punt erg komt. Goed zijn nee, dat het u ook punt komt. Dat zoet van de oppositie zou mogen smaken. Erg goed voor u zijn. Het punt komt. U verdient het zoet van de oppositie te smaken als u zo doorgaat. Want mijn verhaal eindigt al dus. Het zou wel geëindigd zijn als u niet voortdurend mij in de reden was gevallen. Ja. Het verhaal eindigt al dus. De interviewster zegt dan, hebt u dus ook voorkeur, meneer Van Tijn, voor zo'n progressieve regering als de CPN in die regering zou zitten? Dus uw tweede man. En hij zegt, ja, dat hangt af van de afspraken die er te maken zijn. Er zullen programmatische verschillen zijn tussen de CPN en de PvdA. En dan moeten we nagaan of die te overbruggen zijn. Ik hoop van wel. Nou, ik hoop van niet. En u, als u ook zo vindt, dan kunt u beter allebei buiten blijven. Wat hoopt u? Nou, in de eerste plaats dat de heer Van Acht zijn mening herziet. En in elk geval recht doet aan de gemaakte opmerking. Aan de orde is in de eerste plaats dus de vraag naar de voorkeur van de Partij van de Arbeid. Die voorkeur van de Partij van de Arbeid is een progressief kabinet. Het congres van de Partij van de Arbeid. En de heer Van Acht behoort dat te weten, heeft deelneming van de CPN aan de derde regering uitgesloten. En ik vind dat de heer Van Acht nu zo langzamerhand mag weten wat zo'n congresuitspraak is
die ook in het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid is vastgelegd. Ik citeer uw vicevoorzitter die gesproken heeft na het congres. Ik houd u voor wat het programma van de Partij van de Arbeid erover zegt en wat ik erover zeg. Daar zou u zich ook naar kunnen richten. En ik zeg nog eens dat de heer Van Tijn, daar begon het mee, niet ook maar één keer het begrip Volksfront gebruikt heeft, dat hij uiting heeft gegeven aan zijn voorkeur voor een progressief kabinet boven een samengaande CDA. Ik formuleer dat, ik zeg dat heel nadrukkelijk, nog wel een slag verder. Ik zeg, een progressief kabinet mag niet afhankelijk zijn van de steun van de CPN. Dat vloeit naar mijn mening voort uit de congresresolutie. Maar ook ik heb duidelijk met de Partij van de Arbeid voorkeur voor een progressief kabinet boven een kabinet. Tweede mogelijkheid, Partij van de Arbeid, CDA, D66. Een reële mogelijkheid, maar die voorkeuren zijn helder geformuleerd. En er is geen enkele reden om dat in een soort sfeer te trekken als u nu doet. Dat is dezelfde soort sfeer als de heer Wiegel zo even hier opriep, toen u zo en passant zei, sprekend over samenwerking. Ja, en ik vind ook dat we samenwerken moeten met bondgenoten. U weet wel wat ik bedoel, hè? Dat suggestieve toontje, meneer Wiegel, dat bevalt me helemaal niet. U bedoelt daarmee aan te sluiten bij de Telegraaf hetze van de afgelopen week, waar ook de heer Van Acht helaas mee heeft gedaan, over dat interview dat ik aan een Russische krant heb gegeven. Een schandalige hetze. De heer Van Acht is niet bij me geweest om te vragen, is dat zo, is dat correct, is dat juist wat die Russische krant daar schrijft? Hij is blijkbaar blindelings op die Russische krant afgegaan. U bent niet bij me geweest. U had dat behoren te doen. U hebt wel wat anders te doen. U hebt wel wat anders te doen. Dat is precies de mentaliteit die u typeert, meneer Wiegel. Nee, meneer Van Meeker, de heer Van den Uyl geeft een interview met een Russische krant. Hoe kun je nou zo dom zijn om dat te doen? Je weet dat je de dikke kans loopt dat je je woorden dan verdraait. Hoe haal je dat? Moet je toch niet doen? Oh, nou goed, u bent zo slim, dat begrijp ik best. Maar als ik zoiets tegenkom, en de heer Van Acht, die mij kent, zoals iedereen, en die weet dat ik bepaald niet te beroerd ben om is het in Moskou of waar ook te zeggen hoe ik over de dingen denk. Dat is mijn stijl namelijk. Die zeg ik misschien bij voorkeur in het hol van de leeuw. Om dan te informeren is een correcte weergave door de Telegraaf aan de hand. Door te vragen is dat een correct interview. En u had dat ook behoren te doen. En waar ik dus tegenop kom is het sfeertje opgeroepen door de heer Van Acht. Van die Van Tijn, tweede man, dat is blijkbaar met de communisten samen en in datzelfde verband dat. Daar houd ik niet van. Samenwerken, prima. Nee, uitstekend. Misschien ja. Sfeertje oproepen. Nee. Letterlijk citaat. Misschien sfeertje oproepen. Ik verwijs u. Nee, u vult dat in. Ik wil meneer Talal vragen of hij behoefte heeft om in dit debat nog iets te zeggen. En daarna krijgt meneer Wiegel uiteraard, het is zijn onderwerp, het laatste woord. Ja, niet hierover, maar ik zou de heer Wiegel nog één korte vraag willen stellen. Samenwerking, ja. Maar ik vind dat in de verkiezingscampagne hij, de heer Korthals, altijd zeker niet in de laatste plaats, voorzitter tot voor kort, ja, niet bepaald liberale tolerantie hebben uitgestraald naar D66. We hebben aanvallen van u over ons heen moeten laten gaan. We hebben veel meer liberale tolerantie getoond. En u wilt dan de samenwerking na de verkiezingen. Maar volgens mij is het beter dat de mentaliteit van liberale tolerantie in een campagne blijkt. Mag ik nog wat zeggen? Zullen we 1 minuut gebruiken om dit onderwerp af te maken? Ik heb niet 1 minuut nodig. Okay. De VVD heeft D66 inderdaad in een campagne hard aangepakt. Dat is waar. Ik vond ook dat dat nodig was, omdat tot nu toe alleen maar mistverhalen van de kant van D66 naar voren werden gebracht. Wilt u daar een voorbeeld van geven? Nou, mistverhalen onder andere. Wij willen een kabinet, het liefste CDA, Partij van de Arbeid, D66. Maar we willen misschien ook wel een kabinet, Partij van de Arbeid, VVD, D66. Alleen als die eerste niet kan, dat is zo helder als glas. Ja, maar ik ben nu aan het antwoorden op uw vraag. Ik geef steeds en we willen misschien ook wel een links kabinet, de heer Zeevalking. De voorzitter van de heer Terlouw heeft zaterdag gezegd, in ons hart voelen we misschien wel voor een links kabinet. Kortom, waar ben je dan met, dat heeft hij letterlijk gezegd. En het staat glashelder in onze resolutie en het kan niet duidelijker en niet één partij is duidelijker hierover. Ja, ik vind het allemaal prima om alles in resoluties te zeggen, maar als je dan hoort naar wat de voormannen van D66 zeggen, dan kan ik er geen touw meer aan vastknopen. En het enige touw wat we nog hebben, dat is dit. Dat D66 alleen maar een kabinet wil waarin sowieso de Partij van de Arbeid zit. Ik zeg het ook vanavond voor de laatste keer in deze campagne. Dan maakt D66 zich dus tot bijwagen
van die Partij van de Arbeid. En dat vind ik jammer, meneer Van Meekeren. Precies zoals u bijwagen van het CDA bent, dan ligt het precies hetzelfde. Bedankt, meneer Wiegel. Ja, dat kan wel zijn, maar het ligt gewoon precies hetzelfde. Bedankt. Dan wil ik voorstellen dat we voor wat het debat betreft even gaan pauzeren, even gaan afkoelen. De gemoederen zijn verhit, lijkt het me. Met een slokje jus d'orange of wat anders kunnen de heren lijsttrekkers zich dan opmaken voor de volgende ronde. En onderwijl speelt voor hen en voor u het Roemeens orkest van Radu Simeon. Heren, gaat u gang. Hoera! Instrumentalisten en vocalisten wisselen elkaar af, de spelers houden ermee op, de sprekers schrapen de keel. Allereerst de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, meneer Den Uyl. Wat is uw onderwerp? Werkgelegenheidsbeleid. Gaat u gang, 1 minuut voor uw vraag. Ik zou eerst een vraag willen stellen aan de heer Wiegel. De heer Wiegel die komt met een programma voor de dag, waarvan zijn congres beslist heeft dat uitgangspunt behoort te zijn nul groei, geen groei. Zo heeft zijn congres zich uitgesproken. Sindsdien merk ik op dat de heer Wiegel op vergaderingen nogal eens roept dat Nederland eigenlijk zulke goede mogelijkheden heeft. Ben ik helemaal met hem eens? Ja, dat is juist. Het land heeft grote voordelen. Centrale geografische ligging. Dat is juist. Ja, als ik nog even doorgaat, dan bent u het helemaal met me eens. Samenvatting van mijn betoog. Ja, we hebben het aardgas, we zijn het industriële hart van Europa. Helemaal niet eens. Maar meneer Wiegel, toch is dat laatste jaar, hè, het oogstjaar van het kabinet, de werkloosheid gestegen van 210 naar 360.000. En bijna 2 keer zo snel dan gemiddeld in de vergelijkbare landen van de Europese gemeenschap. Hoe verklaart u dat nou eigenlijk? Met al die voordelen, weet u wel. Daar wil ik heel graag wat op zeggen. Wij willen niet dat de economische groei bijna nul is. Hè? Wij zijn het eens met de stelling dat we alles op alles moeten zetten om die economische groei... Uw partijbestuur stelde voor 1%, de congres zei nul. Ja, omdat het congres van de VVD, beter dan uw congres, een realistisch congres is. Want alle cijfertjes laten nu zien dat de huidige situatie aangeeft dat er kleine kansen zijn op economische groei. Maar we zijn er wel voor. U, meneer Den Uyl, boekt in uw programma in een economische groei die er niet is. Die er misschien zou kunnen komen, maar die er niet is. En op basis daarvan hebt u uw programma gemaakt. Dat is dus een programma gebaseerd op het hechte fundament van een luchtballon. Tweede en laatste opmerking die ik wil maken is deze. Het gaat inderdaad niet zo goed in Nederland. We hebben misschien ook fouten gemaakt als kabinet, dat geef ik toe. We hebben ook al nogal wat tegenslagen gehad, denkt u aan de tweede oliecrisis. Nogal wat tegenstand ook gehad, met name van de Partij van de Arbeid. Voor een deel van D66, maar D66 heeft zich inderdaad wat dat betreft redelijker opgesteld. En we hebben dus inderdaad moeten roeien met de riemen die we hebben. Wat je nu de laatste tijd ziet, is dat er gelukkig een aantal grote ondernemingen, ook door het goede beleid van de regering, in staat is de vleugels uit te slaan. De vleugels uitslaan. Fok is een prachtig voorbeeld. En het laatste economisch gegeven is het harde cijfermatige gegeven van het Centraal Planbureau. Die nu laat zien dat we gelukkig niet alleen maar somberheid hebben te brengen. Dat is niet allemaal, dat geef ik best toe hoor. Dat is niet allemaal, maar toch ook wel een beetje te danken aan ons beleid. Meneer Den Uyl, uw volgende vraag over hetzelfde onderwerp. Aan de heer Van Acht. Ik vroeg over het laatste jaar aan de heer Wiegel, omdat toen een zekere doorwerking had van de oliecrisis. De stijging van de olieprijzen vertrok zich in 79 en 80. De heer Van Acht die zal nooit een zin zeggen over de helaas trieste situatie waarin ons land is geraakt, zonder te herinneren aan de oliecrisis. Prijsstijgingen van de olie over 79 en 80 waren bekend midden vorig jaar. In oktober zei de heer Van Acht bij de algemene beschouwingen dat voor 1981 was het nu helaas zo dat we hadden te rekenen
met een groei van de werkloosheid tot 280.000. Dat is een half jaar geleden. Dat is in oktober vorig jaar. Sindsdien zijn er geen nieuwe olieprijsstijgingen gekomen. Waarom, meneer Van Acht, is die werkloosheid niet gekomen en gestopt op die 280.000 die u afkondigde in de Kamer bij de Algemene Beschouwingen? Dat is opgelopen nu tot 360.000. Hoe komt dat? De verwachtingen die wij aan het eind van 1980 hadden, waren gebaseerd op de becijferingen, besommingen van het Centraal Planbureau. En die weer gingen terug op de gegevens van het gevoerde beleid en van de internationale ontwikkelingen zoals die zich lieten aftekenen voor het daaropvolgende jaar. U roept voortdurend het beeld op van een totaal falend kabinetsbeleid dat schuldig zou staan aan de snelle groei van de werkloosheid in Nederland. Mag ik nu nog eens één keer duidelijk stellen het volgende. Werkloosheid is de uitkomst van het verschil tussen het aantal beschikbare arbeidsplaatsen en het aantal mensen dat om een arbeidsplaats vraagt. Het eerste, het aantal beschikbare arbeidsplaatsen, heeft een overheid enigermate in de hand. Het tweede helemaal niet, hoeveel mensen om een arbeidsplaats vragen. Wat zie ik dan? In deze kabinetsperiode is de werkgelegenheid, het aantal beschikbare arbeidsplaatsen, ondanks alle problemen in het bedrijfsleven, gelijk gebleven, nagenoeg. In de daaraan voorafgegane kabinetsperiode, waarin u de leiding had, is het aantal arbeidsplaatsen met 30.000 tot 40.000 gedaald. En aan de andere kant, het aantal mensen dat om een arbeidsplaats vraagt, is in onze kabinetsperiode geweldig aan het stijgen, heeft ongeveer een stijging vertoond van in grond af in ronde getallen 140.000. Wilt u ook deze bijdrage? Juist, en in de vorige kabinetsperiode nog geen 70.000. En hoe komt dat? Dat is de, wat men wel noemt, de nieuwe geboortegolf. Dat heeft te maken met de leeftijdsopbouw van de bevolking en zoveel vrouwen die met emancipatie een plaats vragen in ons arbeidsbestel. Zo zit dat. Straks graag uw reactie. Wilt u nu eerst meneer Terlouw ook bij dit onderwerp betrekken? Ja, meneer Terlouw, D66 wordt wel eens aangemerkt als een partij met naar verhouding vrij veel aanhang onder jongeren. Het valt mij op dat uw programma niettemin maar heel weinig bevat over de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Misschien hebt u het opgemerkt, ik kan me voorstellen dat er voorbij is gegaan. We hebben als Partij van de Arbeid nog recent een plan tegen de jeugdwerkloosheid op tafel gelegd. Mijn vraag aan u is, ziet u enige bijzondere maatregel om die jeugdwerkloosheid te bestrijden? En wat is in dit verband ook uw opvatting over de verlaging van de jeugdminimumlonen? Laat u dat of komt u daarop terug? De werkloosheid onder jongeren is misschien wel het grootste kwaad van de hele werkloosheid. Het zijn de langdurig werklozen en de jongeren die het ernstig zijn. Natuurlijk is de werkloosheid bij jongeren een deel van de algemene werkloosheid en is dus een oplossing voor dit probleem grotendeels gelegen in het oplossen van de gehele werkloosheid. En zoals u weet is daarvoor industriële vernieuwing onontbeerlijk en staat dat centraal in ons programma. Wij pleiten ook voor de korte termijn, als we de werkloosheid nog niet hebben opgelost, voor veel deeltijdbanen. En in die deeltijdbanen zouden jongeren en ook vrouwen natuurlijk een heel belangrijke rol kunnen spelen. Ik denk verder dat in opleidingen die beter zijn afgestemd op de arbeidsmarkt, zonder dan overigens te verwaarlozen de maatschappijleer en dergelijke, dat dat een oplossing kan zijn. Ik ben een voorstander, D66 is een voorstander van aparte werkgelegenheidsprogramma's voor jongeren. U vroeg over de jeugdlonen. Het is u bekend, want u weet altijd alles, dat wat er in de Kamer gebeurt, dat D66 heeft gestemd tegen de voorstellen van de regering. En ik vind dat als er een andere regering komt, dat we zullen moeten bezien wat we aan herstel van de jeugdlonen kunnen doen. Dank u wel, meneer Terlouw. Meneer Den Uyl, in 2,5 minuut uw reactie op deze drie antwoorden. Ja,
Kijk, ik heb de heer Wiegel gevraagd of hij nu eens aan wil geven waarom Nederland met zo grote voordelen, wat economische mogelijkheden betreft, niettemin onder het huidige kabinet, in het bijzonder het laatste jaar, zo slecht geboerd heeft. De kernvraag is, hoe is het nou toch mogelijk dat we in Nederland een toeneming hebben gedurende de laatste 12, 14 maanden van de werkloosheid die 2 keer zo hoog ligt als gemiddeld in de vergelijkbare landen van de Europese gemeenschap. Nou, dat hoor ik dan, beschouwingen van de heer Wiegel over, ja, over de groei, over tegenslagen, over ja. tegenstand, allemaal interessant. Maar dat is helemaal niet wat ik gevraagd heb. Ik heb gevraagd, maak nu eens duidelijk waarom het hier slechter zou moeten gaan dan nou, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, wat de werkloosheid betreft. En die is wat ons het echt het zwaarst behoort te wegen, is de sprong van 210 naar 360.000. In feite een groei in anderhalf jaar tijd van 160.000. Met uitzondering van Engeland komt die nergens voor in de Europese gemeenschap. Dat kan niet alleen maar liggen aan die oorzaken van buitenaf, de oliecrisis enzovoorts. Die hebben die andere landen ook gehad. Je hebt nog 1 minuut en je moet nog 2 sprekers beantwoorden. Ja, dat is, me niet. Ja, dan kom ik hier. Nou zegt de heer, meneer Van Acht, ja, de leeftijdsopbouw van de bevolking. Natuurlijk, maar dat was bekend. Ook toen de heer Van Acht als minister-president vorig jaar in de Kamer zei. En we hebben nu gehad de gevolgen van de tweede oliecrisis. En die zullen ertoe leiden dat volgend jaar de werkloosheid de 81 zal oplopen tot 280.000. Dat gebeurde met de kennis van die leeftijdsopbouw. Dat weten we, dat grotere arbeidsaanbod van jongeren en van vrouwen. Maar het werd niet 280.000, het werd 360.000. Met andere woorden, heel wat u daar tegenover opmerkt. Dat slaat helemaal niet op mijn vraag. U moet duidelijk maken waarom Nederland het, wat economische politiek betreft, aan de resultaten gemeten, zo, en dat vind ik heel triest te moeten constateren, zo erbarmelijk doet. Dat ik heb u herinnerd aan Zijlstra, gedegradeerd uit de eredivisie. En u wekt daar niet anders tegenover op dan dat de problemen groot zijn. Maar dat is niet ter zake voor het antwoord op die vraag waarom we het zoveel slechter doen dan het buitenland. Tot zover uw reactie. U hebt uw eerste vraag gesteld aan meneer Wiegel. Wilt u dan nu, meneer Wiegel, verder gaan met het debat van 8 minuten totaal? 3 opmerkingen, meneer Van Meekeren, heb ik. De heer Denuil vroeg, ja, hoe komt het dan dat het in ons land zo gaat zoals het gaat? Ik denk in zeer belangrijke mate, dus afgezien van de buitenlandse factoren, omdat we duur zijn. De kosten en met name onze sociale kosten zijn hoog. Vandaar bijvoorbeeld ook dat een van de meest vooraanstaande mensen in de Partij van de Arbeid, professor Van den Doel, heeft gezegd dat wanneer je de werkloosheid wil aanpakken, volgens het Partij van de Arbeid programma dan heeft hij gesproken, je bijvoorbeeld ook de inkomens van de mensen die van een minimum moeten leven niet kunt handhaven. Onze kosten zijn dus te hoog. Tweede opmerking. We zijn natuurlijk moeten gaan werken, dit kabinet, met een zekere erfenis. Een erfenis van een vorig kabinet, verdubbeling van de overheidsuitgaven. Niet ik, want als ik het zeg, dan heeft de heer Den Uyl daar geen boodschap aan. Heeft hij eerder meegedeeld. Maar bijvoorbeeld iemand als professor Hartog, hoogleraar in de economie, heeft gezegd dat het vorige kabinet, het kabinet Den Uyl, ons kabinet een tijdbom heeft nagelaten. En in feite een politiek heeft gevoerd van na ons de zondvloed. Derde opmerking. Dit kabinet doet alles aan industriële vernieuwing. Niet met allerlei nota's alleen, maar vooral met daden. Vorderen van orders. Ik noem 1 voorbeeldje. De order uit Taiwan, een zeer belangrijk stukje industriële vernieuwing. Daar was de Partij van de Arbeid tegen. Daar was D66 tegen. Als we dat nou eens wat minder zouden doen. En als we alles echt concreet op die industriële vernieuwing zouden richten, ik ben ervan overtuigd, en we zouden het dan ook nog samen doen, hè? Ik kom terug op een eerder onderwerp, dan zou het een stukje beter gaan nog. Meneer Terlouw? Ja, eerst een opmerking over het aantal arbeidsplaatsen gedurende het kabinet Van Acht gemaakt. Er zijn 130.000 arbeidsplaatsen bijgekomen in de kwartaire sector, dat zijn dus ambtenaren
door de staat betaalde. En in de industrie zijn er 60.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan. Cijfers uit de miljoenennota's die ik even heb opgeteld vanmiddag. Ja, ik had ook totaalcijfers. Ja, ja. Maar goed, in de industrie zijn er dus 60.000 echt verloren gegaan gedurende deze periode. De oorzaak van de werkloosheid is dan ook hierin gelegen. Markten verschuiven op het ogenblik vanuit de EEG naar buiten de EEG. Ja. En binnen de EEG blijkt ook de Nederlandse industriële structuur slechter te zijn dan van vele andere landen. En wat ik vind dat dit kabinet echt verkeerd heeft gedaan, dat is 3,5 jaar verloren laten gaan in het herstellen van de structuur van de Nederlandse industrie. Dat gaat tijd kosten. In de komende 4 jaar zullen we helaas daarvoor een aantal jaren nodig hebben voordat er echt arbeidsplaatsen uitkomen. Ik heb dat in een debat met de heer Wiegel pas al gezegd. Er is steun gegeven aan bedrijven. 98,5% van die steun naar grote bedrijven en 1,5% naar kleine bedrijven. Werkgelegenheid ontstaat in de hele Angelsaksische wereld bij kleine bedrijven. Er is niet het soort industriepolitiek, vernieuwende industriepolitiek gevoerd, wat arbeidsplaatsen had kunnen scheppen. Dat vind ik de grootste fout, dat er niet voor die middellange termijn is gewerkt, de grootste fout op het gebied van werkgelegenheid van dit kabinet. Meneer Van Acht. Ja. In de eerste plaats, ik vind het jammer dat de heer Terlouw toch eigenlijk niet de moed had om op de vraag van de heer Den Uyl te zeggen, nee, we moeten nou in de nood van de tijden van nu niet opnieuw de minimumjeugdlonen weer gaan opkrikken naar het niveau van de vroegere welvaart. Daarin is de heer Den Uyl dapperder, want die heeft enkele malen in interviews laten weten, hij zegt het dan op diplomatieke wijze, dat is niet mijn eerste prioriteit. Ik heb gezegd, we moeten zien wat we eraan kunnen doen. Het is voor de jongere jeugd is het gehalveerd. Dat snijdt er zo ontzettend diep in. Nee, het is ook niet gehalveerd. Nee, de Kamer heeft het per amendement iets minder erg gemaakt. Het is ook niet gehalveerd, maar dan treden we te ver in de techniek. Bestaande rechten zijn gehandhaafd. Het gaat om mensen die nog nooit een minimum jeugdloon hebben gehad. En die hebben, naar gelang hun leeftijd, een aantal percentages moeten inleveren. Maar het is niet om een halvering. Maar goed, laten we daar verder niet over twisten. Mijn tweede opmerking betreft het beroep dat de heer Den Uyl opnieuw, gelijk de vorige week in het debat van ons beiden onderling, gedaan heeft op de kritische beschouwing van professor Zijlstra in zijn laatste jaarverslag. Duidelijk is uit lezing van dat jaarverslag dat het testament Zijlstra betrekking heeft op een over vele jaren in Nederland gevoerd opsoupeerbeleid en bepaalt geen rapportcijferinhoud over het kabinet van de laatste jaren dat met grote moeite en veel tegenslag en tegenwerking geprobeerd heeft om de steven van het schip van staat te wenden. En dan over het bedrijfsleven tenslotte. De structuur van het Nederlandse bedrijfsleven in een paar jaar hernieuwen is een overgrote, een te grote opgave voor wie dan ook. Akkoord, maar beginnen had gekund. We hebben er ook een begin aan gemaakt. Zie onder andere de belastingvoorstellen die zijn voorgesteld en aangenomen om de positie van het bedrijfsleven, en dat gaat met name over het midden- en kleinbedrijf, te versterken. En zie ook het voorstel dat wij gedaan hebben, het besluit dat wij hebben genomen, sterker nog dus, om belangrijke delen van de nieuwe aardgasopbrengsten via zogeheten participatiemaatschappijen ter beschikking te stellen aan het kleine bedrijfsleven dat in zo grote problemen zit, omdat geen financiering is en rond te krijgen met het oog op de hoge rentestand. Het was een uitermate rustig debat tot nu toe. De heren hebben allebei ongeveer 2 minuten genomen van de 8 die beschikbaar zijn. Er zijn er nu 2 minuten voor u uiteraard om dit onderwerp, uw onderwerp, te besluiten. De kern van mijn kritiek de afgelopen jaren op het kabinetsbeleid is geweest dat het wel sprak over bezuinigingen die voor een deel ook uitvoerde, maar volstrekt in gebleken bleef om de noodzakelijke verbinding te leggen naar de creatie van arbeidsplaatsen, dat ook zichtbaar te doen voor de mensen. Daardoor heeft het kabinet zich van de vakbeweging vervreemd, heeft het de matigingsbereidheid ondermijnd en uitgehold. Daardoor zijn we in een situatie terechtgekomen die als erbarmelijk moet worden gekenmerkt. En op mijn vaststelling dat Nederland het onder het kabinet van Acht zoveel slechter doet dan andere vergelijkbare landen heb ik niet één serieus tegenargument gehoord. En als de heer Wiegel
dan spreekt over de erfenis, of we zijn duur. Ja, onze kostenstructuur ligt hoog. Maar dat wist u toch, meneer Van Acht, toen u vorig jaar in de Kamer zei, de werkloosheid zal als gevolg van de oliecrisis oplopen tot 280.000 en het werden er 360.000. Zoals van maand tot maand telkens alles wat u zei bijna in het tegendeel verkeerde. En daarmee nou, gaf u te kennen. Dat is grandioze overdrijving. Nee, dat is geen overdrijving. Wil ik het nog een keer het rijtje oplezen van bestek 81? Ja. U kent het zelf, het staatje. Van 1% arbeidsinkomensquote, deel van de arbeidsloon in het nationale inkomen terug. Het steeg van 91 naar 97. Financieringstekort zou teruggebracht worden. Het werd verdubbeld. En erken nou die feiten. Dan kunnen we praten hoe we eruit komen. Dat is bitterhard nodig. Als gerichte steun aan het bedrijfsleven is afgewezen, jarenlang, nu 10 dagen voor de verkiezingen, en de heer Wiegel verwijst ernaar, komt het kabinet met grote bedragen voor individuele ondernemingen. Ik ben daarvoor, ik ben voor individuele bedrijfssteun. Dat heb ik verdedigd en gezegd dat we alleen via gerichte steunen zouden kunnen komen. Maar alleen voor die bedrijven die toekomst kan zijn. Maar het is stelselmatig afgewezen door het kabinet en er zijn zeker 10 bedrijven... aan te wijzen, of het nou Dikkers is en Hengelo, ik zal het niet allemaal gaan noemen, die technisch perfect waren. Meneer Den Oud, die kansen hadden en die het bedrijf die u hebt laten zitten. En ik zeg dus dat, constateer gewoon, ja kijk, dat zijn dat soort kernen. Meneer Den Oud, u bent ver over 10 minuten. Ik wil best nog even met dit debat doorgaan als de andere heren daar prijs op stellen. Met dien verstand dat meneer Den Oud steeds het laatste woord zou moeten hebben. Als u nog iets wilt zeggen, niet ten koste van, dan gaan we geen fouten verder. Ja? Want ik zag dat u beide nog iets wilde antwoorden. Ja. Nou, okay. Meneer Ten Lang? Nee. Ik had geen directe aanleiding naar wat de heer Nel nu zegt. Ik zag uw mond op. Ik was het grotendeels met hem eens, moet ik zeggen. Meneer Wiegel? Ik eigenlijk ook niet zijn woorden hebben voor zich gesproken. Ik heb het mijne gezegd. We hadden een hele moeilijke erfenis. We hebben fouten gemaakt. We hebben ons best gedaan. En mijn vraag is alleen maar, wie had dat nou eigenlijk beter gedaan? Ja. Maar wat hebt u dan eigenlijk gedaan? Het is mij niks opgevallen op het gebied van industriebeleid bijvoorbeeld, behalve dan nu net voor de verkiezingen dat u met geld rondstrooit, maar dat is geen industriebeleid voeren. Ach, als het u niet is opgevallen, ik neem aan dat het een aantal andere Nederlanders wel is opgevallen. Nou. Wij hebben een zeer concreet beleid gevoerd om ons bedrijfsleven te steunen, zeer ruime mate, 1,3 miljard om de structuur van ons bedrijfsleven te versterken. Ja, ja. We hebben bijvoorbeeld, als we spreken over het midden- en kleinbedrijf, besloten om te komen tot een duidelijke vastlegging van de zelfstandige aftrek. We hebben inderdaad niet besloten, meneer Terlouw, om geld te gooien in bodemloze putten, maar hebben wel een aantal bedrijven gesteund met toekomstkansen, waar echte industriële vernieuwing, waar innovatie mogelijk is. Nou, misschien staat het allemaal niet in hele dikke nota's, maar het gaat om het beleid en dat hebben we gevoerd. U hebt wel een aantal bedrijven gesteund, maar ten eerste was het niet duidelijk waarom u sommige bedrijven wel en sommige niet steunde. Er was geen heldere lijn. Heel duidelijk. De kansrijkheid van een bedrijf was soms in het geding en soms niet. U hebt niet het soort sectorstructuur, omdat ik dat heb nagegaan. U hebt niet het soort sectorstructuur. Nou, geeft u mij nou eens aan op grond van welke criteria in de afgelopen tijd bedrijven zijn gesteund of niet gesteund. Dat zal ik u heel duidelijk zeggen. Wat voor sectorstructuurbeleid er gevoerd is. Dat zal ik u heel duidelijk zeggen. Als je kijkt naar de ruimte die we hebben geboden. Steun is wat dat betreft geen goed woord. Maar de ruimte die we hebben geboden aan Fokker. De orde die we hebben gegeven aan DAF. Ja. Het besluit wat we hebben genomen ten opzichte van Volvo. Het stimuleren van de orde uit Taiwan voor RSV. Dat zijn allemaal maatregelen waar je aan kon zien dat het om bedrijven ging met toekomstkansen. En om industriële vernieuwing. Dat waren de eigenlijk. Oké, een kort woord van meneer Van Acht en een slotwoord van meneer Den Oud. Ik heb geprobeerd hiermee de tijd een beetje recht te trekken. Want in de twee eerste debatjes, in de twee eerste ronde, was die wat scheef gelopen ten voordele van de heren Terlouw en Den Oud en nadelen van de heren Van Acht en Wiegel. Gaat u gang. Dan dit nog, meneer Van Meekeren. Nederland is een land, naar ook de heer Den Uil weet, dat relatief in hoge mate afhankelijk is van export. Nederland leidt er dus zeer sterk onder wanneer de wereldhandel terugloopt. Wel nu, die is in 81 nog sterker teruggelopen dan we al hadden gedacht. Daar krijgen wij de weerslag van. Nederland heeft een industrie
sluit nauw aan bij hetgeen de heer Terlouw daarover gezegd heeft, die goed deels verouderd is en energieintensief, te energieintensief. Wel nu, naarmate de energie dus duurder wordt, olie en het daaraan gekoppelde aardgas, heeft juist onze, de Nederlandse industrie, daar zijn eigen problemen mee. Laatste opmerking deze. Laat ons vanavond ook naar de toekomst zien en niet alleen naar het verleden. Laat ons een plan als gemaakt door mijn collega en partijgenoot Albeda oppakken. Een plan dat hij gemaakt heeft, niet uit het CDA-programma alleen, maar in een poging om uit de programma's van de grote politieke partijen de voor het herstel van onze economie goede middelen bijeen te brengen tot een, nieuwe, tot een nieuw perspectief. Meneer Den Uyl, nu echt het slotwoord voor u over uw onderwerp. Om te beginnen met het laatste. De Albeda heeft inderdaad nu een aantal elementen bij elkaar gezet waarbij er zijn waar de oppositie jaren dag voor gevochten heeft, de vergeefs afgewezen, de ene keer naar de ander. Er is geen begin gemaakt met herverdeling van werk, wat bitter nodig was, in samenwerking met vakbewegingen en ondernemers. Er zitten uitstekende elementen in. Maar wat voor geloofwaardigheid heeft zo'n plan van een minister van Sociale Zaken die 4 jaar gelegenheid heeft gehad als eerst verantwoordelijke voor de werkgelegenheid om in de slag te gaan tegen de werkloosheid. En dat is hetzelfde met de bedrijvensteun. Het kabinet, dit kabinet is opgetreden met een programma van afbouw van individuele steun aan bedrijven. Als gevolg van dat beginsel wat ik bestreden heb, maar er zijn argumenten voor te geven, zijn er 10, 20 bedrijven, technisch in voortreffelijke staat, gesloten met werknemers, vaak massa ontslagen op straat. Wilt u nu op het laatste ogenblik, op de valreep, zoals de heer Terlouw opmerkt, nu komt voor een 3 miljard aan geld af, waarvan 1300 miljoen in de vorm van belastingverlaging, waar bijvoorbeeld 100 miljoen terechtkomt bij banken en verzekeringsmaatschappijen die zeer winstgevend zijn, ongerichte steun op de valreep, incidentenbeleid. Het heeft ontbroken aan een overtuigd, doelgericht beleid ter bestrijding van de werkloosheid. Wordt tijd dat Nederland dat krijgt. Niet op de valreep. Tot zover de werkgelegenheid. Meneer Van Acht, tot zover de werkgelegenheid. Ik doe op Volvo, op Fokker, op al die besluiten van de laatste 10 dagen... waar terecht heel Nederland overheen gevallen is. Wat is dat voor stijl? Wij staan maar wel volslagen stijloos om dat te doen op die manier. Wat had u gezegd? Meneer Wiegel, het laatste woord was voor de heer Nou, dat was zijn onderwerp. Wij staan nu aan het begin van de 4e ronde... Meneer Van Acht, u hebt er geen twijfel over laten bestaan. U hebt er zelfs een persbericht over uitgegeven dat u het wilt hebben over de volkshuisvesting. Dat is de afgelopen week plotseling een van de meest omstreden punten in de verkiezingsstrijd geworden. Ja. Uw tijd gaat nu in 1 minuut. Nou, op zichzelf is het bestaan van woningnood natuurlijk een probleem ruimschoots belangrijk genoeg, nijpend genoeg, om daarover in een verkiezingsstrijd volop bezig te zijn. Het is jammer dat de discussie daarover niet gevoerd is kunnen worden, in de laatste week van de verkiezingsstrijd althans, op basis van feiten en cijfers alleen, op basis van de programma's van de partijen alleen, want daarover gaat het toch. Maar nu de vraag. Wij, aan wie? Aan de heer Den Uyl. Hey. Dat verwondert u toch? De heer Den Uyl. Maar ik kom dadelijk ook bij u. Ik kom dadelijk ook bij u. Het maakt niet zoveel uit. Maar goed, eerst dan. Nou, dat weet ik niet. Bij de heer Den Uyl. De woningnood is schrikbarend groot. Het CDA wil in een uiterste poging om dat te verhelpen, zo snel mogelijk 120.000 woningen en wooneenheden bouwen. Daarvoor, om dat te kunnen doen, vragen wij aan al degenen die al een woning hebben, eigenaren en huurders, om 0,5% meer per jaar van hun inkomen aan huur- of eigenaarslasten te willen gaan besteden. En de vraag is, wat gaat de modale man, Jan Modaal, volgens u meer verwonen in de komende jaar? Meneer Den Uyl? Ja, dat is heel simpel. De huidige huurquote van de modale werknemers is 16,9% volgens ons programma.
moet 17% van zijn inkomen te besteden aan huur redelijk worden geacht. Ik mag aan toevoegen dat dus natuurlijk geen moment het strijdpunt is geweest tussen de heer Van Acht en mij. Wat volstrekt overeind staat, dat is dat naast deze optrekking voor de modalen van de huurquote, niet voor de laagste inkomens, het CDA-programma vaart, net als de Partij van de Arbeid, om de normale, zogeheten trendmatige huurverhoging, om op een andere manier dan wij huurharmonisatie, maar het erbovenuit vraagt om extra huurverhogingen die in de bijlagen van het verkiezingsprogramma van het CDA in de financiële verantwoording geraamd worden op te brengen 1 miljard. Dat is gemiddeld per woning een huurverhoging extra van 20%. Ik heb steeds gezegd, meneer Van Acht, leg nou eens uit welke huurders moeten dat gaan betalen. Wat betekent dat? Wij van de partij, als Partij van de Arbeid wijzen dat af. Meneer Van Acht? Ja, in deze laatste week is het voortdurend gegaan over het CDA vraagt aan de huurders 20% huurverhoging. En aan de man met een minuminkomen 36 gulden per maand meer. U kijkt naar meneer Den Uyl, maar het is de bedoeling dat u straks pas reageert als u ook de andere heren uw vraag hebt gesteld. Oh, bliksem. Ja? Ik was zo. Ja. Ik was ja, zo. Ja, nee, ik merkte het ook al met grote tevredenheid op. Ik dacht nog dat ik misschien een antwoord echt. Het antwoord krijgt u. Ja, nou, ja. En of, dat zult u merken. Het is heel simpel. Ik heb aan de beide andere heren gewoon dezelfde vraag. Als uw programma gaat worden uitgevoerd, wat vraagt u dan aan de man, de vrouw met het modale inkomen om straks te gaan verwonen? U kijkt nu in de richting van meneer Terlouw. Laat ik maar meneer Terlouw beginnen. Ja. Ik geloof dat we een klein beetje verschil van mening hebben over de trendmatige huurverhoging. D66 vindt dat het aan het prijspeil moet zijn gekoppeld. En ik geloof dat uw programma, of in ieder geval het Partij van de Arbeid programma, vindt dat het aan de bouwkosten moet zijn gekoppeld. Het zal in de praktijk denk ik niet zo erg veel verschil maken. De huurharmonisatie moet gebeuren. Ook volgens ons programma. Wij baseren ons daarbij om... wij willen uitblijven gaan van de vraaghuur op grond van het... Van een sociaal beleid. U gaat meer uit van de huur die het moet worden, de vraaghuur. Daar zit verschil in ieder geval in benadering. Wij denken dat je misschien wel in plaats van 4%, 6% per jaar er zou moeten opdoen. Het is een andere benadering. Ik kan niet uitrekenen hier ter plekke op hoeveel dat neerkomt voor iedereen. Maar deze methodiek, het CDA heeft een extra huurverhoging die het algemene huurniveau verhoogt van 0,5%, meen ik dat het is. Dat heeft D66 niet in zijn programma staan. Dezelfde vraag voor meneer Wiegel? Ja. Dus, voor de goede orde, welk deel van zijn inkomen dient de modale man volgens uw programma aan het wonen te besteden? Dat is bij ons 17%, als u dat geval zegt. Ja. Ik denk dat er wat dat betreft niet zoveel verschillen zijn. Ik ben van mening, meneer Van Meeker, dat het beleid van staatssecretaris Broks, CDA, maar ik verdedig ook heel graag zijn beleid, dat beleid moet worden doorgezet, dat is één. Tweede opmerking, de heer Van Acht kan zich misschien wat moeilijk op de borst slaan voor het beleid van zijn eigen partijgenoten, staatssecretaris. Laat ik het dan maar doen. Als je kijkt naar het hele beleid op het terrein van de volkshuisvesting, dan vind ik dat het woningbouwbeleid van de voorgangers van Den Uyl, kabinet Biesheuvel, en van de navolgers van Den Uyl, ons huidige kabinet, als je kijkt naar het aantal huizen, veel en veel beter was dan het woningbouwbeleid van het kabinet Den Uyl met de heer Gruijters van D66 op die stoel van minister van Volkshuisvesting. Meneer Van Acht, uw reactie, waar u er net al mee begonnen was. Ja, ik was al volop. Daar is nu tijd voor. Al volop doende. Kijk, de afgelopen week, en de mensen willen zo stilaan wel eens weten hoe het zit, is er voortdurend over de tafel gegaan, er zijn zelfs manshoge advertenties aan besteed door de PvdA, dat het CDA de meest snode plannen zou hebben met de huurders in Nederland. Tjonge, als het CDA aan het bewind zou komen, nou, dan ben je wel de klos. En dan hebben we allemaal 20% huurverhoging te verwachten. En de man met het minimuminkomen, die zal terechtkomen op, en volgens de advertentie zelfs aanstonds, want je kon het moeilijk anders lezen, op 36 gulden per maand meer aan huur.
en Jan Modaal 46 gulden per maand meer aan huur. Laat ik nou eens heel duidelijk zeggen dat die cijfers niet kloppen, dat er niks waar is van die 20% huurverhoging voor de Nederlandse huurder, dat dat nergens op slaat en dat wij bovendien een geleidelijke ophoging willen van het deel dat de huurders van hun inkomen aan het wonen besteden, geleidelijk op te bouwen over 4 jaar. Uiteindelijk komt dat neer op bedragen van 9 gulden per maand meer, geleidelijk aan op te bouwen over de jaren, of 11 gulden voor Jan Modaal. Maar dan nog met dit erbij, en dat weet de Partij van de Arbeid, kon zij tenminste weten, en weet ze het ongetwijfeld ook, dat het CDA-programma de kardinale, de beslissende bepaling kent, die voor alle hoofdstukken geldig is, dus ook voor het huurhoofdstuk, dat de koopkracht van de mensen die het allerkrapste zitten, dat die zoveel mogelijk moet worden ontzien. En dus is het verhaal van de, zelfs van de 9 gulden voor 1982, 9 gulden per maand erbij, nog niet eens waar voor de mensen die het allerkrapste zitten, want daarvoor moet in ieder geval een aparte voorziening worden getroffen. De goede gang van zaken gebiedt dat nu meneer Den Uyl het debat over de huurkwestie opent. En dan krijgt u straks het laatste woord. Ja, het is inderdaad een weersbazige ding tussen de heer Van Acht en mij. Maar ik zou de andere heren niet graag van dit debat willen uitsluiten. Dat zal ik ook. Dat is trouwens niet aan mij om dat te doen. Ja, zo is dat. En kijk wel uit, zeker wat de Wiegel betreft. Maar de essentie van de zaak is dat de heer Van Acht nu de voorstelling wekt alsof de Partij van de Arbeid iets zou hebben uitgevonden. Geschiedenis is heel helder. Vrijdag voor een week in de Telegraaf zegt de heer Van Acht: 10% van het inkomen moeten de mensen meer gaan verwonen, meer huur gaan betalen. Ik heb hem gevraagd in het debat zelf: hoe zit dat, hoe moet ik dat begrijpen? Had hij gezegd: dat is een misverstand, dat kan niet, stop ik. Ik heb een dag in dag uitgevraagd, hoe zit dat? Ten slotte, eergisteren, in een brief, dus moet ik concluderen, de heer Van Acht zegt, dat was geen goede uitspraak. Goed, dat is dus van tafel. Maar het heeft er wel een week op gelegen en tot mijn verbijstering ben ik niet in staat geweest van de heer Van Acht eerder af te krijgen dat hij zegt, ik heb me vergist, of de Telegraaf liegt, of wat dan ook, kan me niet schelen. Maar het is van tafel, nu is het eindelijk van tafel. Dan blijft, en daarom lag het zo voor de hand om tegelijk aan het een en het ander te denken, de zinsnede en de uitspraken in het CDA-programma, dat er ook moeten zijn extra huurverhogingen die het algemene huurniveau verhogen en dat het huurpeil per jaar met enkele procenten effectief meer zou moeten stijgen ter financiering van het extra bouwprogramma. Met enkele procenten? Ja, dat stond in het conceptprogramma. Nee, niet in elk jaar. In het conceptprogramma stond 5% per jaar. Die 5% zijn vervangen door enkele procenten. Maar de opbrengstraming, 1 miljard, is precies gelijk gebleven. In het concept en het definitieve programma. Nou, kind kan de was doen. 1 miljard meer aan huuropbrengsten. Ja, dat betekent, dat komt uit op 4 keer 5% extra per jaar of 20% ineens. Gaat me niet om de techniek, gaat me om de essentie dat het CDA-programma in concept en definitief raamt 1 miljard extra opbrengst voor financiering van bouwprogramma. Dat mag, maar laat me ervoor uitkomen. Dat doet ook de heer Van Acht vanavond niet. Meneer Van Acht? Ja, ik kan er heel kort over zijn. 1, het is niet waar dat ik... Hij is ons al vergeten. Nee. Het is, ja, u komt ook aan de beurt. U gaf mij het woord. Ja, klopt. Ik ben rechtmatig bezig. Ja, zeker. Het is niet waar dat wat in de Telegraaf is neergeschreven, overigens niet in een interview was dat, maar geplukt uit de zoveelste uitspraak tijdens de zoveelste bezoek in de verkiezingstournee ergens, dat ik dat tot het eind van de week onweersproken heb gelaten. Elke dag waarop ik uiteenzette hoe het werkelijk zit,
wat er werkelijk in het CDA-programma staat, was ik bezig uit te leggen hoe het wel is en dus ook hoe het niet is. Dat is niet pas eergisteren zo gegaan. Maar belangrijker is het volgende. Wat staat er dus nu wel in het CDA-programma? U leest er niets over die 20%. Ook nu toont u niet aan waar dat staat. U beroept zich alsmaar op de 1 miljard die er trouwens ook niet in staat, maar die een bestanddeel is van de 3 miljard die er wel in staan. Ja, die uitgedeeld is en uitgereikt bij de publicatie van het programma. In het programma staat dat ook. Effectieve huurquoteverhoging 1000 miljoen. U hoeft mij niet tegen te spreken, want ik zeg. Aan te vullen. Het bestaat. Ja, ik kan mijn eigen verhaal wel vertellen. De 20% huurverhoging staat niet in het CDA-programma. Zijn we daar geen moment. Oké. Nou, heb ik geen moment gesteld, hoeft u helemaal niet te bestrijden. Nou, als u maar bestrijdt, zegt waar dat miljard vandaan komt. U zegt bij voortduring dat het CDA van de mensen 20% huurverhoging vraagt. En dan zeg ik, waar staat dat? En dan staat het dus blijkbaar nergens. Nou, dat wist ik al, dat weten wij nou dus samen. Vervolgens, hoe zit het met de 1 miljard? Ik kan het heel simpel ook, ik kan het voor u zo berekenen. Ik heb gezegd, wij vragen meer, behalve aan de mensen die het allerkrapste zitten. Die moeten we zoveel mogelijk ontzien. Maar we vragen meer naar draagkracht van eigenaren en huurders. Wel nu, er zijn 4,7 miljoen woningen in Nederland. Als je 4,7 miljoen bewoners van woningen, eigenaren en huurders samen 1 miljard laat opbrengen, dan is dat nog minder dan 20 gulden per maand. Meneer Talal, en daarmee is het hele verhaal weg. Ja, ik begrijp dat de heren een appeltje met elkaar hadden te schillen. Maar zijn er niet dingen aan de orde die minstens zo belangrijk zijn om het woningprobleem op te lossen? Voor de stadsvernieuwing en de nieuwbouw geloof ik dat er een stagnatie is, dat het niet goed doorgaat, omdat er zo'n menigte is van subsidievoorschriften, van verordeningen, van een oerwoud van regelingen, waar mensen die hiermee te maken hebben hoorndol van worden. Die zeggen, als we in vredesnaam maar konden bouwen, maar we zien door de bomen het bos niet meer, laten we die regels versimpelen. Laten we ons niet zo vastleggen op zoveel woningwetwoningen, zoveel premiekoop A en zoveel koopwoningen. Ik heb er geen bezwaar tegen dat. Laat ik zeggen, tegen dat u dit in sprake brengt, maar het is niet de vraag geweest van meneer Van Zinnik. Nee, maar we hebben het over huisvesting. En mijn voorstel is om in ieder geval alle partijen die gaan regeren, om te zorgen dat we de hele bureaucratie, dat oerwoud van verordeningen, dat we dat verregaand versimpelen. En dat we bij wat we bouwen en waar we bouwen en veel in de sociale sfeer, dat we aansluiten bij de plannen die klaar liggen en zo spoedig mogelijk een intensief bouwprogramma van de grond krijgen, afgezien van de meningsverschillen die tussen de heren bestaan. Ja. Nou, graag de gespreksleider, heel kort daarover. Daarmee ben ik het volstrekt eens. Het is inderdaad bitter jammer dat allerlei ingewikkelde procedures, elkaar nog grotendeels doorkruisende ook, het tot stand komen feitelijk van woningen waarin mensen kunnen onderdak vinden op een behoorlijke manier, zozeer vertraagt. Dus dat moet zeker gebeuren. Akkoord. Meneer Wiegel is ook in de kantenknipsels gedoken? Ja, en niet alleen dat. Ik ben weer terug in mijn oude stiel, meneer Van Meekeren. Maar toen ik 14 jaar geleden Kamerlid werd, kreeg ik onder andere de volkshuisvestingsportefeuille te behandelen. In de discussie zo pas tussen de heer Van Acht en de heer Den Uyl heeft de heer Den Uyl nu ontkend dat het CDA had gezegd dat de huren met ten minste 20% omhoog moesten. Maar in de advertentie van de Partij van de Arbeid staat dat wel. Misleidende. Wat staat daar? Mag ik even voorlezen wat er staat? Ja, dat betekent, ik kan zelf ook lezen, ja. Misschien kan de camera het ook zien, dat betekent een extra huurverhoging van ten minste 20%. Goed, juist. Dat zijn dus de feiten. Dat staat dus niet in dat wij zeggen, ik heb het bereikt, dat 1 miljard meer opbrengst aan huurquote. Hier hebt u het. Dat betekent dus, omgerekend. Ja, maar ze zijn wel precies aangevend waar ik het over heb. Dat is namelijk dat dus 1 miljard meer betekent over de huurvoorraad. Inderdaad 20% huurverhoging. En die huuropbrengst is ook ongeveer 5 miljard. En 1 miljard extra is gemiddeld 20%. Dat staat er. En dat hoeft u op geen enkele manier daar als iets voor te stellen dat niet exact is volgens de feiten. Ja, als naar één zin meneer Van Meekeren van mij, de heer Den Uyl, tracht krom te praten wat recht is, is dat zijn zaak. Er staat exact in de advertentie datgene wat er staat en wat de heer Den Uyl nu in zijn discussie met de heer Van Acht ontkent. Dat is één. Twee,
Er wordt daar geroepen door de Hillen en Uilen over de Telegraaf. Ik zou zeggen, andere krant nemen als hem die krant niet bevalt. Laat ik dan de Volkskrant maar eens nemen. Daar gaat het keihard om de cijfers, want je kunt best over huren en kleine percentages praten. Maar wat staat er in een van die kranten, de Volkskrant? Daarin staat dat het kabinet Den Uyl van het kabinet daarvoor, het kabinet Biesheuvel van CDA en VVD, een imposante erfenis had aangetroffen, een enorm aantal woningen. Dat onder het kabinet Den Uyl die aantallen sterk terugliepen. En daar gaat het in feite om, want al dat gemillimeter over die percentages vind ik als volkshuisvestingsdeskundige niet het allerbelangrijkste. Waar het om gaat, dat is dat we huizen bouwen voor de mensen. En daar moet je tal van maatregelen voor nemen. En de CDA-staatssecretaris Broks heeft dat gedaan. Eén van die maatregelen, niet meer dan één van. Eén van die maatregelen is dat je komt tot een behoorlijk huurniveau. Dat heeft ons kabinet trachten te doen. Daar wordt door de Partij van de Arbeid allerlei demagogie over bedreven. Maar ik verdedig, en mijn partij verdedigt, zoals ook de minister-president dat doet, dat beleid van ons kabinet voor de volle 100%, dat heeft voor de woningzoekenden heel wat meer opgeleverd dan alle beleidsdaden van het vorige kabinet. Met, ik herhaal dat, ik heb daarvan de heer Terlouw niks op gehoord, met ik herhaal dat de heer Gruiters, partijgenoot van hem, overigens wel een goede, want ik heb hem daarna tot burgemeester van Lelystad benoemd, als minister van Volkshuisvesting. Wat hij fout heeft gedaan, heb je niet duidelijk gemaakt. Hij heeft voor onvoldoende huizen gebouwd. Dat is heel eenvoudig. Nee. Ik stel voor dat meneer Den Uyl nog 30 seconden echt niet langer de gelegenheid krijgt om te reageren. En dat dan natuurlijk weer het laatste woord in dit geval is aan de man die het onderwerp ter tafel heeft gebracht, hier vannacht in dit geval. Wat de omvang van de bouw betreft, de bouw is nooit zo laag geweest sinds het begin van de 60e jaren als de afgelopen jaren. Er zijn meer werkloze bouwvakkers dan ooit tevoren. Hoe kan de heer Wiegel maar suggereren dat dit bouwbeleid succesvol is geweest? Wat betreft de woonlasten, dat gaat niet, dat gaat niet om gemillimeter. Hij jokt gewoon. Nee, ik geef feiten. Meer en de verdeling van de woonlasten, nog een keer herhalen, dat is niet gemillimeter. Meneer Wiegel, er zijn honderdduizenden mensen die onder invloed van de huurverhoging en de stookkosten op toch tegen het plafond aan zitten. En in die situatie bevat het CDA-programma afschaffing van de garantiehuren in de stadsvernieuwing, vermindering van de huursubsidie, ook voor de minima, met 0,5% per jaar op het inkomen, en extra huurverhogingen die, onweersproken, volgens de financiële onderbouwing van het CDA-programma, tenminste neerkomen op een huurverhoging van 20% het woord extra. Het woord is aan de heer Van Acht. Over een vierjarige periode, dus niet in één keer. Daar moeten we geen misverstand over. Het laatste woord. Ja, voorzitter. Ik heb al gezegd, en niet alleen gezegd, maar ook aangetoond, dat het verhaal van de 20% huurverhoging dat het Nederlandse volk te vrezen heeft van het CDA nergens naar lijkt, nergens op berust. En dat ook die getallen van de minimumloner en Jan Modaal allemaal voor verschrikkingen te wachten zouden staan, allemaal bangmakerij is om de verkiezingen van aanstaande dinsdag te winnen en nergens andersom. De echte minima worden door het CDA ontzien en dat geldt voor alles wat we de komende jaren zullen doen. Het geldt ook voor de huurzaak. En tenslotte, we moeten wel goed begrijpen dat we niet alleen het oog gevestigd moeten houden op de belangen en de posities van de mensen die het vaak moeilijk hebben, ik herken het. Mensen die al wonen, die al in een huis zijn, maar dat we ook offers moeten brengen naar draagkracht voor de velen die nog om een huis zoeken, om een huis op zoek zijn, en dat in de komende jaren komen daar nog een hele hoop bij. Laten we ook eens aan die mensen denken. Einde van deze vierde ronde. U krijgt nu 4 minuten de gelegenheid om bij te komen of buiten het gehoor van onze microfoons en camera's misschien de strijd voor te zetten. 4 minuten lang namelijk zou er weer, ja, in afwachting van de slotronde van ons debat, muziek zijn door het ensemble van Radu Simeon.
Dames en heren, de vier onderwerpen die tot dusver ter sprake zijn geweest, zijn zoals u weet ingebracht door de heren lijsttrekkers zelf. Zij wilden spreken over energie, over samenwerking, over werkgelegenheid, over volkshuisvesting. Zelf hebben wij, de redactie van Televisie Magazine, ook een vraag die we mede daarom stellen, omdat beantwoording onze gasten de gelegenheid geeft, zij het heel in het kort, nog meer onderwerpen aan te roeren die zij belangrijk achten in hun programma, onderwerpen die hun in het bijzonder ter harte gaan. Eén vraag voor u alle heren. Wilt u in 2 minuten elk de kijkers duidelijk maken waarom zij er goed aan doen als ze overmorgen op u, op uw partij, zouden stemmen? De notaris heeft, zoals u weet, de volgorde bepaald waarin de boodschap moet worden uitgedragen. Meneer Van Acht, naar recht en billijkheid, althans volgens notariële akte, mag u beginnen. Waarom het CDA overmorgen? Omdat het CDA een partij is die geen socialistisch, maar wel een sociaal beleid voorstaat. Dat blijkt, met name zij het niet alleen, daarin dat wij overal, bij elk onderwerp, bij huurzaken en elders, willen opkomen voor de positie van de mensen die het allerkrapste zitten. Een partij die als enige van de grote partijen krachtig opkomt voor bijzonder onderwijs, in het bijzonder het christelijk onderwijs. Een partij die zeer moeilijke vraagstukken als dat van de kernbewapening niet met simplismen tegemoet treedt, niet simpelweg ja of simpelweg nee, maar met wijsheid, een verstandig beleid, in internationaal verband ook. Partij bereid tot samenwerking op basis van een gezond programma van economisch herstel. Een partij, mag ik samenvatten, die een solide beleid bij de kiezers brengt en daarover eerlijke informatie geeft. Dank u zeer. Meneer Den Uyl, waarom de Partij van de Arbeid? Het gaat om meer dan 1% inkomen meer of minder de komende jaren. Het gaat over de vraag of er werk gemaakt gaat worden voor honderdduizenden. Op een planmatige manier. Of de lasten daarvan eerlijk verdeeld zullen worden. De Partij van de Arbeid wil dat. Wil niet raken aan de laagste inkomens en hun koopkracht. De Partij van de Arbeid wil ook de woonlasten eerlijk verdelen, omdat we weten dat de huren al zo hoog zijn dat duizenden daaronder zuchten. Wij willen als Partij van de Arbeid in die enorm moeilijke situatie die is ontstaan voor ons land heel velen verzamelen in die gemeenschappelijke inspanning. Ook de vakbeweging die nu aan de kant is gezet of voor een goed deel aan de kant staat en die de kans heeft gekregen om het noodzakelijke te verrichten. De werkloosheid is oplosbaar, daar is een nieuw elan voor nodig. Dat kan er komen met een andere regering, met een ander kabinet. Een kabinet waarin de mensen die het hardst door de teruggang van de economie en de crisis worden getroffen, de mensen die hun werk op de tocht zien staan, die op sociale uitkeringen zijn aangewezen, zich in kunnen herkennen. Dat kan alleen in een kabinet met de Partij van de Arbeid. En daarom vind ik dat de Partij van de Arbeid in de regering moet komen en dat mensen zo moeten stemmen dat dat dinsdag ook zeker wordt. Meneer Terlouw, de boodschap van D66. Ik heb sterk het gevoel dat de samenleving in zekere zin is vastgelopen. Vooral jongeren zien dat zo. Ze hebben het gevoel dat de dingen waar het echt om gaat, echte verlangens, dat die niet meer worden vervuld. De structuren deugen daar niet meer voor. Het gaat niet meer alleen maar om materialisme, alleen maar om welvaart. Mensen willen werk en vrede en gezondheid en contacten met elkaar. Ik spreek maar tegen u, meneer Van Meekeren, want u bent de enige die ik misschien kan overtuigen aan deze tafel. Ik sta open voor de toespraken, voor de boodschappen van alle vier hier. Duurzaamheid en dergelijke. En de oude methodes om die problemen aan te pakken, die werken niet meer. En daarom is er vernieuwing nodig. Geen revolutie, maar wel vernieuwing. Vernieuwing in de volksgezondheid, vernieuwing van het vredesbeleid, geen kerncentrales. Vernieuwing in de manier waarop je het werk verdeelt. Vernieuwing in de manier waarop je aan emancipatie doet. Denk aan ons programma over deeltijdarbeid.
vernieuwing in de relatie die we willen, die we hebben met de natuur, het milieubeleid, vernieuwing in de rol van de techniek. Velen hebben het gevoel dat de techniek ze de dienst voorschrijft. En techniek is prima, maar in een dienstbare rol en niet in een heersende rol. En daarvoor moeten we heel veel besluitvormingsprocedures veranderen. En wij, vernieuwing van het beleid op alle fronten is nodig. En we kunnen de inspiratie niet aan het verleden ontlenen. Dat moet op grond van een programma van vandaag met instrumenten van vandaag. En D66, een partij echt uit deze tijd, uit de 80er jaren, heeft die instrumenten ontwikkeld. En wil een dergelijk vernieuwend beleid gaan voeren. En we zeggen u ook precies wat we doen met uw stem, dames en heren. En nu kijk ik even in de camera. We proberen daarmee een kabinet te vormen met twee partijen waarvan we denken, het moeten compromissen zijn, want wij zullen geen meerderheid hebben met de Partij van de Arbeid en het CDA, kan een dergelijk beleid worden gevoerd. En als u dat ook vindt, dan is uw stem op D66 de beste waarborg, want het CDA wil geen keuze maken. De Partij van de Arbeid heeft liever een louter links kabinet. D66 zal met uw stem streven naar zo'n kabinet op brede basis in parlement en samenleving voor vernieuwend beleid. Dank u zeer. Ten slotte, meneer Wiegel, wat mag de kiezer verwachten van de VVD als hij op uw partij zijn stem uitbrengt? Ik ga in ieder geval niet, dames en heren, tegen u zeggen dat u op de VVD moet stemmen. Dat moet u zelf maar uitmaken. Ik vind wel dat ik mag zeggen dat de VVD een realistisch programma heeft. Geen schone belofte, geen loze schijn. Wel is het zo dat onze partij getracht heeft zo goed mogelijk in de afgelopen jaren dat beleid te voeren. We hebben fouten gemaakt, we hebben tegenslagen gehad, we hebben tegenstand gehad, maar we hebben ons best gedaan. En een zo groot mogelijke zekerheid kunt u krijgen wanneer u ook straks ons de kans geeft om mee te doen, samen met anderen. Want we willen samen met andere partijen willen regeren. Die samenwerking, daar gaat het in de komende tijd om. En we kiezen ook, en ik denk dat dat enorm belangrijk is voor ons allemaal, voor jong en oud later. We kiezen ook voor het dragen van verantwoordelijkheid. Juist nu de problemen groot zijn, wil de VVD mee regeren, omdat zij nooit wegloopt voor het dragen van verantwoordelijkheid. Kortom, we hebben een beetje moed getoond en ik hoop op 26 mei dat die moed beloond wordt. Dank u wel. Heren en dames en heren, dat was het. Voor het orkest zich op de slotmuziek werpt, wil ik u alle vier hier heel erg hartelijk bedanken voor uw medewerking aan dit programma. Ik kan me voorstellen dat u dood en dood moe bent na zoveel weken intensieve campagne. Ik kan me ook voorstellen dat u erg gespannen bent in afwachting van de verkiezingsuitslag van overmorgen. Onder die omstandigheden nog eens met u, als ik het zeggen mag, met uw concurrenten in de slag te gaan voor de tv in een directe uitzending. Dat moet voor u een hele zware opgave zijn geweest. We waarderen het des te meer dat u desalniettemin hier bent gekomen. We hopen dat de kijkers er wat wijzer van zijn geworden. Vooral die zwevende kijkers, die mensen die nog hun keuze niet hebben bepaald. Misschien doen ze dat nu wel naar aanleiding van deze uitzending. Misschien ook hebben we meer mensen overgehaald om toch overmorgen naar de stembus te gaan. En dat ze ook heel erg belangrijk zijn. Over ongeveer 48 uur overmorgenavond, dan zo tussen 11 en 12, dan ontmoeten we elkaar weer. Dan zitten we weer met z'n vijf in de studio in het NOS-verkiezingsprogramma. Dan is de uitslag bekend, maar dan staat de formatie te beginnen. En misschien dat we daarover morgenavond met z'n vijven over zullen kunnen spreken. Graag tot dan, wel thuis. Dames en heren, tot zover deze AVRO-verkiezingsuitzending. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.